Welkom in Theater de Roxy Sint-Truiden. Als u nog niet weet op wie u zondag moet gaan stemmen, dan zal u dat na vanavond nog altijd niet weten. Wij wensen u heel veel plezier met lijst Leenaerts. Zeggen, Vivianneke, het was nog de June een interessante over. Hey. Vivianneke, luister eens een keer. Hey. Oh, leuk, met een film van Schwarzenegger. Weet je wie in de verte zat in zijn hoofd? Als ik dat zou weten, dan stond ik met een glazen bol op de kermis. Pascal Monnet. Wie is dat? Allee, Vivian, Pasky. De politieker. Die op de merk steven zullen gummen en zijn fruit. Oh, god, die! Ja, en die sprak me gewoon. En van waar is die eigenlijk? Nee, van waar is die? Ja, schijpen van waar? Van boer en tomaten? Ja. Dat is geen schijpen. Dat is de voorzitter van het OCMW. Ah, en wat wist er? Oh, we waren bezig over mijn werk. Over mijn bedrijfje, hè? Over mijn job als ramenwasser, dat het toch een groot succes is. En hij terug gevraagd voor zijn ruiten te gaan wassen. Ja, het goed eruit dat ik toch op vol plakken kom.
en veel klanten heb. En door toneel, dat toch ook heel veel volk ken. Ja, dat is waar. En door de snooker, dat ook veel mensen weten wie dat zijn. Ja, dat is ook waar. Zeg, je zou eigenlijk moeten opkomen bij de verkiezingen. Je gaat toch niet opkomen bij de verkiezingen? Pas, ik vroeg me dat, Vivian. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Maar je had toch alleen dat de souffleurs bedoelt? Ik moest het toch vuist zien? Heer, maar dan merk je nou toch niet wat je in opkomt met de verkiezingen. Oh, ik heb nog niks beloofd, hè. Hulde maar toch een kapje kleiner, dat weet je, hè. Dat weet ik niet, Vivian. Misschien nog nee, hè. Ze zag graag dat je nu thuis bent. Hulde zorgt altijd. Dat is wel waar. Zeg, en zeg dan een keer eerlijk. Er een man dat schepen zou zijn. Dat is toch iets wat ze bij kan aanpakken bij de vriendinnen, hè? Hola, het is al direct verschepen dat je zou gaan. Natuurlijk, nee. Verbergen me eerst. Maar als dat dan niet lukt, joh, dan til ik toch op zijn minst op het schepen aan, ja. Het akkoord. Ik zou dan allemaal meer van haas weg zijn, maar van de andere kant, Vivian. Is die dan ook een extra inkomen, hè? Extra centjes moet dat heel dat ik er een heel deel van kreeg voor nevenskuntjes en nevenklier van te kopen. Gis ze door nee tegen zeggen? Nee. Nee, dat denk ik ook niet. Zeg, en het is dus bij de blauw dat je zou opkomen. Oh, dat is toch niks officieel, hè? Maar Paske lukt me dat verstaan. Dat er mij, jij, op zijn lijst wilt. Waarschijnlijk voor Vossius te vervangen, hè? Je zal het laten druk hebben bij zijn neven Cafeido op de Groenmerk. Met even zijn kieken. Misschien is dat nog zo slecht, net zo opkomen. Meent je dat? Je weet wat er leeft onder de mensen. Je kunt luisteren, dat is je overnaam, zeer. Dus Vivian, alleen stilt nadat ik zou beslissen van op te komen. Dan zou je mij wel steunen. Ja, dat is toch zeker dat. Je zet toch maar een schoen en zo. Je hebt mijn stem en je hebt mijn steun. Allee, santé, hè. Ja, santé. Merci, Vivian, dat vind ik schoon van, hoor. Allee. Opkomen bij de blauw. Gewoon doen. Vivian zit gelijk. Je hebt me overtuigd. Ik ga dat doen, da. Ja, maar voor de goede vrede zou ik toch een zeer behilder overklappen, zuur. Oh, zeg, dat zal wel meevallen. Dat ging misschien wat moeilijk doen in het begin, hè. Maar dat ging rap genoeg bijdragen. Denk je? Oh, natuurlijk. Ik ken mijn vrouwke toch. Dat ging zeker tekort gaan. Allee, Hildeke. Hildeke, als je dat doet, dan trap ik het af, voorgoed. En dan vroeg je maar of Hildeke Foutmans deze over de patatje kan kopen. Overdrijft je dan niet een beetje? Overdrijven? Ze gaat na nooit met thuis. Alle repetities van toneel en een snoeker, dan zie ik ook toch niet mee. Maar dat zal wel meevallen. Ja, morgen partijvergadering. Deze dag gemeenteraad, woensdag schepencollege. Ja, dan moet ik al schepen zijn. Donderdag een of ander OCMW-rood of politierood of wat is dat doen we allemaal. Vrijdag en zaterdag een koppel traas. En dan zondag nog wel in te gaan doorknippen. En dan tussendoor nog een keer alle repetities van toneel en door een snoeper. Weet niet wat je nog alle vinsters was. De meeste politiekers in de gemeenteraad hebben nog een serieuze job. Och. En wanneer heb je dan nog eens tijd voor mij? Wij lang is niet leuk dat wij samen eens op vakantie zijn geweest. Maar Hilde, we zitten net toch goed? Wij lang zijn niet al heel vrolijk om samen eens weeks kunnen op Tenerife te gaan. Maar weet je dat in Tenerife wat dat je heen neemt? De zon. In Tenerife schijnt altijd de zon. Ook niet altijd. Je moet dan niet geloven wat die reisbureaus zich allemaal wijs maken. Ik wil het niet en toch ben ik gedaan. Trouwens, je gaat het belachelijk maken. Maar als er niemand op moet stemmen. Maar voor wat zou ze wel mee op stemmen? Voor wat wel? Omdat de mensen nood hebben aan iemand dat kan luisteren, Hilde. En ik ben zo iemand. Ik kan luisteren. Eisen. Wat is dat? Uw ma zei gisteren dat je broed moest gaan halen van Groenloo. Nee, slimmeke. Je moest de vinsters gaan wassen bij Wian. Ik heb toch een broed. Goedemorgen. Loopt dat goed er maar vanaf. Oei, wat scheelt er, Hildeke? Vroeg dan maar een Jeff Kleren eisen. Oei, meneer jongen. Och, nee, man, Karin, ik kom geen zin maar schoon te maken. Ik zal van de boven beginnen, zo. Ja. Leenaert. Meneer Engelbos. Jelle. Ja, wat kan ik voor u doen?
moet de vertrek van het immobiliënkantoor gewassen worden besteed. Ja, ja, dat is juist. Ja, dat klopt. Ja, dat is waar, ja. Ja, ja, want dat heb ik nogal gehoord, ja. Eens afspreken. Ja, luister, meneer Engelbos. Jelle, ik wil gerust bij u wel een keer afspreken, sir, maar ik heb wel al zo'n vermoeden waar dat jij heen wilt. Op de lijst van de NVA Sint-Truiden. Ikke. Morrel, hè, meneer Engel. Ikke de politiek. Want daar heb ik nu nog van zijn leven niet over nagedacht. Ja, maar zie, dat is een compliment. Ja, mag ik daar een keer over nadenken, alstublieft? Nee. Jij moet mij hier zeker niet terug opbellen. Als ik een beslissing heb genomen, dan zal ik wel tot Teunis komen. Ja, in orde, meneer Engel. Jelle. Ja, ah wel, dan doen we het zo. Ja, dag Jelle. Merci, hè, Jelle. Ja, tot dan, hè, Jelle. Jelle loopt. Wie was dat? Ja, dat was van een enquête. Van? Van Jello, van Telenet. Je bent aan het liegen en je kunt niet liegen. Wie was dat? Dat was Jelle Engelbos van een NVA Centrui. Dat meen je. Dat vrucht die mij. Ik kan mij al voorstellen wat er vrucht. Kun je dat aan geloven de hele keer? Dan gaat ze voor mij beginnen vechten. Voor mij op een lijst te hebben. Ik denk dat ik heel duidelijk zijn geweest. Hè. Ik wil niet dat je opkomt bij de verkiezingen. Zeg, kun je mij daar geen één goede reden geven voor wat nee? Ten eerste, je gaat het belachelijk maken als er niemand op je stemt. Ten tweede, je kent toch niks van politiek. Ten derde, als je verkozen zet, dan zet je nooit meer thuis. Ten vierde, als zelfstandigen is het niet goed om te brengen aan één politieke partij. Ik zeg maar één reden. En ten vijfde, ik wil niet dat je nog een dikker pens krijgt. Wat blijft? Heb je al een keer gezien wat de politiekers allemaal naar voren steken? Al die recepties en die feestjes. Nou, koppeljoren hebben die allemaal de boek gelijk een bierton. Je zei dat overdrijven, hè? Och nee, allemaal. Nee, allemaal. Noem me eens in een zonder bierton. Ingridje Kempen, heer. Van de mannen? Van de mannen? Ja? Nee. Voilà. Maar je weet wat ze zeggen, hè, schat. Een goed gerief, dat moet toch onder een afdaagse stoon. Maar niet als dat gerief al jaren verroesteld is. Ik wil het schuld. Want op ik heel duidelijk zijn, ik ga denken, Jim komt niet op in de verkiezingen, hè. Ik wil niet getraad zijn met een politieker. En voor mij doet het lijk. En als je het toch doet, dan trap ik het af, hè. En ik pak alles bij mij mee. Behalve mijn ma. Dat moet je halen. Ja, weet je nou, ik heb je juist gebeld. Nee. Jelle Engelbos. Wie is dat? Vivian Engelbos, van de NVA. Oh, dat hebben ze weinig gehoord. Ja. En wat is er te vertellen? Die wil toch dat ik op zijn lijst kan staan. Dus de VLD en de NVA hebben nog gevraagd voor de lijst van staan. Dank je. Nou, wie wist het, hè? Die zijn een geboren politiek. Oh, ja, ik kon het nou toch moeten gaan geloven, zeg. Maar heel dan en gelijk, hè. Maar ik ken toch niks van politiek. Ik weet niet wat je dat moet aanpakken voor verkozen te geraken, hè, Vivian. Ik weet nog niet eens welke van de twee partijen dat moet kiezen. Dan, ja, de Blauw. Want ik zijn zelfstandig en de Blauws hebben de zelfstandig. En Paskie was het eerst. De VLD dus. Ja. Maar die Jelle Engelbos, die spreekt ook dik de waarheid, hè. Vind ik ook wel een sympathieke mens. En weet je nog? Wij die van zijn oren gemaakt, toen de meerderheid het tofel van 65.000 euro en gekocht voor op stadaas. En had er geen gelijk? Oh, zeker gelijk. Oh, in de IKEA vind je even goed tofels nog in 200. Ja, in de IKEA, Vivian. Maar dan hadden ze wel nog zelf moeten een invijzen, hè? Wie hadden ze dat laten doen? Vossius? Oh, nee, dat stond op de poeten aan de bovenkant. Maar alles serieus, als je goed opkomt, dan weet je. Maar voor wie ga je kiezen? Voor de VLD of voor de NVA? Het is niet gemakkelijk, zie.
Ik zit het juist in The Voice op televisie. Ze hebben betweeën door een stoel voor me gedraaid. Maar toch niet de kiezen, zeer? Ik weet het, Vivian. Allee, ik ben van de twee. Ik weet het. Zeker? Ja, heel zeker. Ik kies... Leedarts. Meneer Moers. Ja, ja, van de SPA. Ik ken hem wel. Ze had een vreugdje voor mij. Allee, jong. Staat in de frituur. Zeg, dat is over. Hij gaat zo over. Ik zei nou de vissers gaan wassen, Bibian. Van al die goede partijtjes in de vertrekkers is toen heb ik serieus goed gekregen. Wacht, dat had je weten. Wacht, heb je die ook kunnen meebrengen? En, heb je keus al gemaakt? Nou, een klerken of een glas zeker, hè, Bibian. Ik heb het over de verkiezingen, Geert. Nee. Nee, ik weet het helemaal niet meer. Allee, u, ik zeg een eigen van te kiezen voor de blauwe. Want ik zelf zelfstandige, dus dat is de logische keus. En Paske was eerst. Dat is waar. Maar dan N-VA. Die zijn nog niet slecht bezig. Die hebben ook de gelijke, wat ze zeggen. Dat is ook waar. Maar met de Roy zit het er ook goed. Van den Hoven en Moers en ik heb er wel sympathie voor, hè. Want hij zijn er serieus tegenin gekomen toen de meerderheid de schoenbuum van de merk heeft weggedoen, hè. Want toen zijn ik nog altijd kort van, hè, zeg. Laat staan die plataan, ik heb de petitie nog getekend. En dan open. Ze hebben tenminste geprobeerd, Vivian. Ja, zeg. En de katholieken, die vind je zeker ook goed. Ja. Ja, ja, natuurlijk. Wat hebben een grietje campeneers. Zo werd het niet gemakkelijk, hè. Je vindt ze allemaal goed. Ja, ze hebben allemaal goede en minder goede kaarten, hè. Groen, feitelijk ook. Het is juist dat Vlaams belang, daar moet ik niet vol van weten. Weet je wat je zou moeten doen, hè? Je zou de eigen partij moeten oprichten. Allee, Vivian, was ik je. Een stadspartij. Je weet toch wat het goed is aan die partijen die ernaast zijn? Ja, natuurlijk. En je weet toch wat het niet goed aan is? Dat vooral. En wat begint dan een eigen partij? Oh, ik weet toch niet wat dat moet. Maar dat is zulke veel waard, hè. Je ziet naast die partij van het stadsbelang en sterk. Die hebben dat toch opgedost? Ja, Vivian, maar echt doodgebroken zijn die nou. Omdat ze één zaak missen. Wat? Mich. Ook? Ja, luister, meneer jongen. Wie gaan een partij oprichten, hè? En we gaan een lijst samenstellen bij mensen die het verschil kunnen maken in de stad. Wie? Ja, wat je nodig hebt, dat is een goede campagneleider. En dat is je? Dat weer leren dan maar een hoekje liggen janken. Mijn schoonzoon met de nieuwe burgemeester van Sint-Truiden. Oh, Vivian, nu naar wat je zegt, denk je dat echt dat je dat kunt? Ik het toch. Als je dat die kleine toon niet gehad hè, dan was er van Trump al lang geen sprake meer. Geeft ik 24 uur morgen avond, dan is Hilde naar de yoga en dan aan wie hij partijvergadering. Partijvergadering? Voor deelpartij. Deelpartij? Zie je niet dan? Ja. Morgenavond om 19 uur hij. Je denkt een snowboard op je lijst wilt en als je mensen weet, dan nu is je daar maar al een inzaad. Ach, dus Vivian, denkt hij nou echt dat we dat ook kunnen? Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Luider. Yes, we can. Yes, we can. Nog luider, of je het meent. Yes, we can.
De regisseur heeft mij gevraagd daarna een radio te zoeken en die stond op de kamer van mijn zoon. Zou dat goed zijn? Franske, dat is een radiocassettespeler. Ja, en cd'tjes kun je er nog in steken. Ons toneelstuk speelt hem af in de Tweede Wereldoorlog, Frans. Dat weet ik en dan? Dan hadden ze nog geen cassettes of cd'tjes, hè? Jawel. Veralin, La Estrella, de Babootje. Oh, nee, groene, dat waren pleetjes. Dat stikt toch allemaal niet zo na? De mensen zien dat toch niet vanuit de zaal? Nee, dat weet ik wel, want je kent Michel, hè? Dat is geen gemakkelijke regisseur. Die heeft gezegd dat je de snoetsbaan en de radio moet gaan halen van een antiquair. Van hem moet alles kloppen. Kloppen. Vlugge vlaat, geef het op zijn snaad kloppen. Het is niet plezant op de neermeester te zijn bezonder in gesuik, hè? Ik weet het, jong, het is geen gemakkelijk. Weet je wat dat is, hè, Frans? Ja. Hier is het goed geregisseerd, hè? Ah, wel ja, dat zou ik kunnen. Want ik zei, bij Michel op tuin, ik kan het misschien wel veel beter, hè? Weet je wat dat is? Dat is een regisseur die geen visie heeft. Die doet ze maar niet. Het moet allemaal speciaal en veel geld kosten. Maar wat de mensen echt geen willen zien, doen ze dit totaal niet bij bezig. Als ik het verder zeggen, dan zou het niet worden, zo. Frans. Ja. Zit gelijk. Zit op dan. Karin. Wilt u dat koffie? Koffie, dat is niet goed voor mijn maag. Ik heb misschien een thee naast. Hé, hey, meneer, je brul. Ja. Karin, Frans en ik hebben een heel belangrijke vergadering. Wat? Top secret. Breng toen eens een koffie voor Frans. Thee. Linde. Of kameel. Of als je een haarstoorn. Breng hem dan maar niet. Twee kwartjes suiker als dat. Wat suiker? En een wolkje. En een schuit melk. Zeg, en als je kuksken was te vallen. En een kuksken van hier. Nog iets. Een massage, een vuur mogelijk. Als dat zou kunnen. Dan meid ze niet, Frans. Ga eens zien of ik deze excuus vind, hè? Allee, Karin! Zo. Mijn goede kameraad, Frans. Was... Jij bent juist de persoon die dat ik van doen heb. Was na? Ik heb een niet te versmade voorstel voor u. Verwacht wat jij niet schoon Vlaams? Omdat ik hier officiële zaken met u wil bespreken, Frans. En ik een onderscheid wil maken tussen onze omgang met elkaar op café of op de repetitie van toneel en onze omgang met elkaar hier op mijn kabinet. Mijn kabinet? Luister, hè, Frans. Ik ga direct met de deur in huis vallen. Ik ga een politieke partij oprichten. Oh, gatoer, ja. Verschillende bronnen hebben mij bevestigd dat ik een geschikte persoon zou zijn om in de politiek te stappen. Maar ik weet helaas niet goed welke partij ik moet kiezen. Want ze hebben allemaal een goede kant, maar noemt het je toch allemaal een slechte nog, hè? Je houdt de nagel op de kop. Frans, ik ben van mening dat er dringend druk en wat rust moet komen in Sint-Truiden. Al die veranderingen, al die werken, wolde mensen zijn er toch zo beu als koude pap. Het komt aan een struiden. Neem nu de opleidingen overal in Sint-Truiden. Wat is me dat toch niet voor het circ de laatste jaren? Want je weet vandaag niet eens hoe dat jij morgen moet rijden om tot in de winkel of tot Turst te geraken. Tegen wie dat het zegt? Mijn GPS die stilt geslagen wegens de burn-out. Frans, het loopt de spuigaten uit. Zeg, en als het dan daarna nog zou beter zijn, maar ook niet in mijn man. Allee. Wat een cirk is me daar niet geworden. Het kruispunt van de Montenakerweg met de tiende steenweg. Een klosek. Ja. Oh, maar wat is me dat daar allemaal wel niet? Als daar een beetje tegensteek, dan staat je drie kwartier in de film. Daar staat toch altijd een heel kut aan te schuiven. Zeg, en als je met de velo zijt, hè, dan rijden ze met die klits aan de muur. Ik zeg, genoeg is genoeg.
moet mij nu niet contrari opnemen. Maar al die werken waren wel nodig, zeggen ze. De golven die waren overal versleten. Zeg, en we hebben nu een nieuwe markt en al. Ja, ja, nieuwe markt, maar wat het nog allemaal niet gekost had. En was dat allemaal wel echt nodig? Ik denk toch wel dat het nodig was, kijk. Ik ben zeker van niet. Ik ben net akkoord met de gang van zaken de laatste jaren in zijn trui, Frans. En pas op, bummig voltruiniers, hè. En wat moet je doen als je niet content bent van de regisseur? Just zelf regisseur. Dus wat moet je doen als je niet content bent van het beleid? Zelfbeleiden? Van. Zeg, hé. Ik weet niet goed waar je heen wilt. Wat staat de haas, Franske? Een recht tot berouw van de burgemeester. Alleen jong, als er iets is, moest ze truien na een noot aan mij. Dan is dat toch een mensen dat tussen het volk staan. Mensen die niet wat leeft in de stad. Mensen die geen schrik hebben voor het heft in eigen boezem te steken. Die benoeste arbeid een voorbeeld zijn voor het volk. Tja, waar heb ik nu eigenlijk bij te maken? Jij bent een goede vriend, Frans. Jij mocht op mijn lijst komen staan. Ik? Geert, ik heb er toch niks van, jong? Maar Frans, je zou het verschieten. Jij gaat veel stemmen kunnen halen, zeg. Je bent bij de toneel, je bent bij de duivenbond. Ja, maar dit avond gaan we niet meer stemmen. Je zei dat. En de mensen kennen het nog allemaal van toen ze vroeger op de sop rondrijden in zijn trui. Ja, dat is goed. Ik ga wel de beste sop van uren en uren in een hem trekken. Mijn jaansop, mijn kerbelsop, mijn groen tomatensop. Ja. En dan even vanaf... Ja, is goed. Frans, die zijn de geschikte persoon. Allee, je kent veel mensen, je kent veel van sop. En zet nou hier de politiek, dus geen grote sop als en de schijpenen? Dat zijn de frikadelletjes in de tomaten. Die je wel dikker als dat. Oh, Frans, mijn man. Jij bent de juiste persoon voor mijn lijst. Dat ik het u zeg. Je kent veel volk en je bent een eerlijke mens. En het is dat wat veel politiekers vandaag de dag mankeren. Hè? Eerlijkheid. Het is partijtjes dat wat de mensen vragen van alle politiekers. Eerlijkheid. Eerlijkheid is van het allergrootste belang, Frans. Hilde, niks zeggen van die politiek, hè. Ja, wat moet ik dan doen? Liegen! Ja, dag Frans. Dag Hilde. Als ik vroeg, dan zeg ze maar, toch kan ik niks over zeggen. Peggy, doeg Frans. Doe kan ik niet zeggen. Ja, Frans kwam langs voor tombola-latjes te verkopen. Oh, tombola? Ja, van de Davenbond. En wat kunt je winnen? Nu kan ik niks over zeggen. Dat zijn heel schoenprijzen, zeg. Ik pijs nou toch dat je meer tombola's gaat verkopen als je de mensen vertelt wat ze kunnen winnen, dat hè? Dat is heel duur. Dat staat toch niet aan hoe jij voor de haat te maken? Moet jij dat op de tombola van de Davenbond dingen organiseren? Wat doen we vanuit? De Daven hebben het recht vanzelf een regels op te maken. Wat kost er een tombola? Doe kan ik niks. 5 euro. Geef er niet maar 2. Alleen maar zeelen, zee. Vergeet je niks. Wat? Hoe zijn mijn tombola-letjes? Daar kan ik niks over zeggen. Frans, dan kun je dat toch wel verklappen aan Hilden, hè? Het is een speciaal verhaal, zo schat ik, hè. Huur. De tombola-letjes, die werden later een haas geleverd. Ja. Dat is Daven. Ja. Ik verkoop eerst de luidjes en dan brengen we de luidjes op de beurs van onze Daven. Dan zetten we de Daven weg, ja. Met de postdaven vroeger, hè. De luchtpost. Dat is origineel gevonden, hè, schatteke. En wij weten de Daven dan hoe ze heen moeten vliegen? Dat is een goeie vraag, Frans. Wie zeggen dat tegen hem, hè? Ja, we zeggen dan, deze lutje is voor Hilde in de plaatsrook nummer 25. En de Daven verstaan dat. Ja. Allee, de meeste toch. De simpel Daven en niet, maar de slum Daven. Maar dat wist ik niet. Ja, we hebben verder zondag nacht. Ik zei tegen Matilleke,
Dat is mijn beste prijs dan. Hè. Ik zei tegen Matilleke, vandaag vlieg je naar Barcelona, Ramblas nummer 16. Zijn al weg, zei ze. Net zoals vlieg. Hai Frans, je zet me niet aan het wijs maken. Ik zeg, heel thuis, je dat toch uit? Zo kritisch altijd, hè, Jay. Een echte regentes. Je staat daar niet in school, hè? Wat kent je dan vandaag? Van niks? Frans, wat? Is dat toch wel weten, zeker? Frans, ik heb een goesting voor in de rapte bij mij bij je pintje te gaan drinken, ja? Oh, zeg, ik moet bij Martin nog naar de kolder uit gaan. Een half uur. Dan kunnen we toch wel wat vots klappen, hè? Och, goed, ja, even die lijst, dat stukje. Lijst? Welke lijst? Daar kan ik niks over zeggen. Over zijn lijst met commissies voor de kolruit. Ja. Dus die van alles op wat er niet nodig is. En wie weet je dat? Hij staat mij voor gelezen. Dus je de rest met commissies voor gelezen ongeheerd? Ja. Moest dat goed voor? Omdat er mijn gedachten een keer wat huren. Over zijn lijst met commissies? Ja. Omdat is mijn regime begost. Van dingen. Wie heet ze? Daar kan ik niks over zeggen. Nee, van de televisie door VTM. Wie heet zich zo een keer? Sandra Beccari. Ja, dat was het. Maar dat was het. Maar dat is geen regime, hè, Frans. Dat is door eetgewoonten een beetje aanpassen, zodat je feitelijk niet moet regime. Ja, daar. Frans, wat heb je ook daar gezegd? Ik zie dat is geen regime, dat je zo goed dingen aanpassen. Je moet niet regime. Maar je had zijn lijstje moeten zien, hè, dat je wat door allemaal opstond. Spek, eier, en een pak jupilair, volle room. Dat is meer een regime van je rumeus. Ja. Ik voelde mijn bloedvaten al thuis slubben, werd er zijn lijstje nog maar aan het verlezen was. Maar na had ik op tijd kunnen ingrijpen. En dan ging ze kerken volhouden, de gummen en fruit en volse vis. En volgens mij geel ik dat in de week. Frans, als ik ook nog een goede rood mag geven, hè. Ja. Quinoa, dat is ook heel goed. En humus van kikkererwten. En tahin en harissa. Oh, dat moet je zeker een keer proberen. Dat is heel goed. Zeg, is dat nog Vlaams waar je dan doet? Dat is een beetje een rapje trein. Ja, dat is helemaal niet Vlaams. Skeert! Ja? Van wie is die radio, hè? Die is van Frans. Die kwam ter lotte zien voor toneel. Je hebt zotte gedachten toch aan hun kop gezet, mag ik hopen? Wat zotte gedachten? Je weet heel goed hoe je dat over hebt. Ja, heel gezet maar gerust. Ik ben Lopaski en ik zeg hem dat dit doorgeeft. En op Engelbos en op Moers. Moers? Ja, dat hou ik nog niet gezegd. Beloof me dat je niet ingaat op de vrouw van die mannen, hè? Ja. Geert, beloof me dat je niet op die mannen een lijst gaat staan. Hildeke, ik zwijd het op de kop van uw ma. Ik ga niet op die mannen een lijst staan. Dat is het goed. Ik heb een lijst, hè? Nee, dat is niet goed. Je voor een tijdje. Ik heb seksjes. Hoe moet je daar naar heen? Mensen hebben toch geen patiënten meer, hè? Anderen in de chat daar, doos, hè? Smak het, Karin. Wat weinig suiker vind ik. Och, Hilde. Oh, ik was juist nu voor de man aan het sukken. Hoe zou er toch moeten zijn, da? Onder tafel giet er niet steken, denk ik, hè? Die zin het drinken, bij Frans van en neer. Bij, was de vergadering dan al gedaan? Vergadering? Welke vergadering? Oh, zal een heel belangrijke zaak moeten bespreken, zeg je. Belangrijke zaken? De lijst met commissies. Allee, heel de top secret, zei er tegen mij, ik mocht ons in de keuken gaan thee halen. Hallo, met Leenaerts. Dag mevrouw Heerle, Neervol. Dag mevrouw de burgemeester, vele heren. Ja, sorry dat ik even schrok, maar ja, het is ook niet elke dag dat de burgemeester en ze u opbelt, nietwaar? Ja. U moet Geert hebben, zeker. Moeten de vensters van het stadhuis gewassen worden? Ah, nee. Dat is het niet. Gemeenteraadsverkiezingen. De 14e oktober. Allee, is dat dit jaar? Dat was ik helemaal vergeten. En u bent uw lijst van uw partij aan het samenstellen. En aan wie had u gedacht? Ja. Het is fijn dat u het voorstelt, maar ik weet niet of Geert...
Ik zou dat toch eens eerst even met hem moeten bespreken, ja. Ja. En wel ja, dat is heel goed. Maar wij zullen u vanavond zeker iets laten weten. Prima, oké, ja. Ja, dag mevrouw Heren, Veerle. Wat was dat allemaal? Wil de CD&V Geert maar ook al op zijn lijst? Kun je dat nou geloven? Maar voor wat heb je net direct tegen de burgemeester gezegd dat er dan net doet? Politiek, dat is niks voor Geert. Nee, dat vind ik ook. Nee, we de VLD. En al zeker niet met de CD&V. Eeltjes. Toen zit er niet genoeg dikkap in de gemeente rood. Ze moeten nog Geert nog bijzetten. Verexcuseer, mijn kind, dat is u zeg. Nee, maar Geert groet gelijk, Karin. Het is voordeel. Geert gelijk. Dat is er geen in en over de meetaas. Eén van die recepten op de andere. En die zit hij dan elke avond gelijk een schouwpunt te wachten. Is het dan wat je wilt, mijn kind? Nee, zeker niet. Mensen, dat zijn dikke egoïsten. Zij denken dat ze hun al kunnen permitteren. Mevrouw Heren, ja, het is mijn Hilde Leenaerts terug. Ik heb daar een keer over nagedacht en feitelijk moet ik het daar bij mijn man niet over hebben, nee. Ik kan u nu al een antwoord geven. Voilà, zijn mijn kind, kot op hem. En mijn antwoord is ja. Ja, ik wil opkomen bij de verkiezingen. Oh, kus me naam. Ziet u op de partijvergadering, Veerle? Ja, heel goed, Veerle. Ik kijk er al naar uit, Veerle. En ik zal u zeker niet teleurstellen, Veerle. Ja. Oké, dat is goed, Veerle. Prima. Ja. Dag, Veerle. Dag. Dat was de burgemeester. Maar ik mag Veerle zeggen. Je hebt het gehuurd. Maar heb je ook dat kandidaat gezet op een lijst, mijn kind? Ja, maar die is maar een lijst, hè. De lijst van de burgemeester. En wat ging Geertje daarvan zeggen? Ja, wat moet Geertje ervan zeggen? Moet je tegen hem gezegd dat je hem mocht opkomen, mijn kind? Oh, maar deze is nou wel een heel andere situatie, hè? Oh, ja? En dat gaat over mij. Want ik wist niet dat je politieke ambitie zat. Ik ook niet. Maar velen hebben doen inzien dat ik dat wel heb. Een portukje? Maar ja. Hildeke, maar je hebt geen politieke ervaring, mijn kind. Jawel. Als bijzit. Als bijzit van wie? Toch niet van Bert Stippelmans. Nee, ik ben al 3 keren opgeroepen als bijzitter van het kiesbureau. Och, zo wil je zeggen, mijn kind, ja, toch te gaan. Ik sta in het onderwijs. Dan heb je dekprijs. Ja, maar je hebt geen doen en goed gezin van zijn. Dat zullen we dan wel zien. Zoals mijn grote voorbeeld Jean-Luc de Haan ooit zei. Een groot voorbeeld. We moeten de problemen pas oplossen indien ze zich stellen. Zo. Maar Hildeke, eerlijk, je kent toch niks van politiek. Ik kan dat toch leren, hè. En ik zal wel mensen zoeken en ik met kennis van zaken kunnen bijstaan. Gewoon zoeken en bijden. Ja. Ik? Jay. Ken Jay iets van politiek? Ik? Ha! Ik ken de Alva. Ik ben never niks 12 jaar de kostvrouw geweest van Ludwig van den Oven, hè. Dat is het niet. Ja, mijn kind. 12 jaar heb ik door schoen gemaakt. En zijn vale was gedaan. Och, in het zwart, gelijk jij. Heel dan. Dat een brave mens is. Een goeie baas. Dronken waffen, mannen niet op sociaal. Tot dat mijn Roger ruzie betum krijgt over een onskot en niet moest vertrekken. Ruzie, over een onskot. Hai, mijn kind, we hadden een nuintje gekocht als een fikkie. En mijn Roger had over een kot in de hof gezeten. En we hebben dat moeten afbreken van stedenbouw. Ik wist niet dat je voor een onskot een stedenbouwkundige vergunning nodig had. Ja, maar was dat 4 meter zoog is en 55 vierkante meter. Nee, en je zegt zeker dat Fikkie geen olifant was? Fikkie, dat was een Maltese. Maar binnen door zij die wou dat een hond een groente na het lopen had. Of hem, ja, kotgemok, betwee verdiepen, betrappen al een veranda en een zwembad en ik wil aan de keuken heen. Ja. Ik vond dat een hond vuil moest bewegen. Dus moest hij elke dag met zo'n brokken zwemmen. Dat was goed voor zijn zin van avontuur. En dan blijft er lips van, zei mijn Roger.
En dan heb je dat zwembad, dat hondskot, terug moeten afbreken. Ja, de gebeuren. Die lengte, die kreeg je koppijn van de kloor en rechts kreeg je geen zonne meer, jongen. En zo is hij de boten weten gekomen dat dat kop iets te groot was volgens de normen. Iets te groot, ja. Iets van niks, zulke. Maar ja, minder als jij, Funk, dat lukt me niet, dat moet het tegen kunnen doen. Maar wat kost die man dat tegen doen met kindregels en regels, hoor? Ja, zwoor. Niks ervan, zei mijn Roger. Dikke zever, zei mijn Roger. Chief gaat doen en meewerken tot dat Ludwig bijdraagt. We zullen zien wie dat lister lag, zei mijn Roger. En? Wie dacht er nog aan Ludwig een andere kostvrouw? En wie hebben dat kop moeten afbreken? Oei. Was dat was een meisje werk, zeur. Onze Vicky was ondertussen gestorven. Ja, hij was onderkuild geropt in de wintermerk. Het was een brokkenbos. Enfin, wat dat wil zeggen is dat ik toch 12 jaar in de politiek heb gezeten, hoor, mijn kind. Allee, toch een politieke renaat. Ja, maar ja, en dat was bij de SPA. En ik kom op bij de CD&V. Ah, wel. Ik ken de oppositie duidelijk. Tjees, het aangenomen. Op je vuilbaan. En dat is? Als Roger en ik een nieuwe hond kopen, dan kun je dat kot goed. Welkom op de eerste partijvergadering. Ik ben blij dat Chillings zo talrijk aanwezig zijn. En we zijn er bevuur. Dat is al een begin, hè. Ik stel voor dat we de ronde van de tafel doen en dat elke kandidaat zich kort voorstelt. We gaan beginnen met de lijsttrekker en we gaan dan zo wijzersgezind rond. Wij, is al beslist wie de lijsttrekker is? Ja, Geert is de lijsttrekker, hè. Ja, maar ho, moeten we doen overstaan? Zeg, maar ik weet nog niet wie dat je zegt, hè. Want je gaat toch geen mooier, zuur? Het is eerst zijn lijst, eerst lijsttrekker. Compris? Ja, je bent een sympathieke. In de politiek komt je er niet sympathiek te zijn. Sympathiek en politiek, dat rijmt me. Dat rijmt wel. Wat zit je hier voor naar bed te wijten? Geert, we gaan daar ook nog niet doorgaan, zeg. Dat is goed, Vivian. Ik ben dus Geert Leenaerts. En Gilles kent me allemaal, dus ja. Kom, ik ga dat niet voorstellen. Kom, de volgende. Ik ben Linda, zus. In wijzerzin. Maar wat op dan uit? En wel, dat is zo afgesproken met de voorstellingsronde. En je moet de 8 regels moeten nageleefd werden. Anders dan direct chaos en hiërarchie. Anarchie. Ook al. We gaan in wijzerzin en doe bij gedaan. Goed. Harry. Wat? Ik ben Linda, 36 jaar, woonachtig in de Lepelstraat en mijn hobby is een toneel en schilderen. Getraat. Gescheen. Dus dat kan. Wat? Omdat allemaal klootzakken zijn, omdat je just niks meer kunt aanvangen. Ja, behalve J Frans. Je speelt toneel. Nee, ik zeg vuil. Voor wie? Voor de acteurs. Ik zeg de vuil, zeg ik. De souffleur. Och, dat is je. En je schildert. Ja. Waar, stillevens, landschappen, portretten. Plafonds en gevels. Geen schilderij. Nee, J. Zullen we prallen weg. Ik schilder grote oppervlakte in en rond huis. Binnenmuren, buitenmuren, graaspoten, tuinhuisjes, plafonds en zwart. Zwart plafond! Dat is goed gezegd. In hun zwart! Mij aangegeven! Nog mijn oren! Ja, maar zwart doet dat dan niet mogen? Goh, vlukken dat nog ook niet. Zeg maar, als je op ons lijst komt te staan en ze komen te weten dat je in zwart werkt, dan kun je ons partij in grote problemen brengen, zuur. Wat wil je dan nog doen? Wat doet je voor werk? En ik wil zeggen aangegeven. Ik werk in de Lidl. We kunnen vanavond hier nog in de Lidl werken en je stoppen dat zwart werk. Ja, dag processen, daar zit je van heen. En dan alle knoven de thuis zitten schilderen zeker. We doen deze schildertjes zoveel dat je wilt. Zolang het stil benader is en niet zwart. Ja. Geert,
Doe dat je me niks van gezegd hebt, jongen. Ja, zij. Het is te Nijland of te Lood. Wil je in de gemeente Lood geraken? Alles nog geen zitten, hè? Dan weet je wat te doen, Stie. Stie, toch bij jou? Volgende kandidaat. Oké. Ik ben Franciscus Geslij Bartolomei Pruismans. Woonachtig op Sint-Peter, gepensioneerd. Ik ben actief bij het toneel, zit bij de Duivenbond. Het is al goed, Franciscus, zit toch maar door. We gaan over naar belangrijke zaken. Hè. Kijk, ik heb eens verdiend in de regelgeving rond het oprichten van een politieke partij. En ik meen te weten dat de vork in de stijl zit. Oh, de stijl! Het is zo dat... dat je minimum beslist moet zijn voor een nieuwe partij te beginnen. Moet ik me een uitleg doen, ja? In principe kan iedereen een partij beginnen. Als je minimum beslist bent. Volgens de grondwet van artikel 27 kan iedereen een politieke partij beginnen. Als je minimum 18 jaar bent. Dat zit je toch wel zeker, Linda. Bon. Ik heb alle voorwoorden dus afgeprint, die kun je bezien. Ik denk wel dat we alles in orde zijn. Ja. Voilà. Ja. Maar verkend te werden als nieuwe politieke partij... Maar verkend te werden als nieuwe politieke partij... Moet je toch een ondertekende vuurdracht achteraan. Moet je toch een ondertekende vuurdracht achteraan. Enfin, we moeten een lijst samenstellen bij kandidaten. En dan moeten tenminste 100 mensen... van Centraal naar ondertekenen. 100 mensen? Of 200, toen wil ik naar vanaf. Dat hangt af van het aantal inwoners van de gemeente. Dat hangt af van het aantal inwoners van de gemeente. Zeg, wie je daar allemaal willen tekenen? Je kon het ook vragen om twee... Je kon het ook vragen om twee gemeenteraadsleden voor de lijst goed te keuren. Dat is toch... Dat is toch in orde. Ik heb toch wat zeggen om wie je daar willen doen. Laat dat maar niet uit. Ik en toch moet je midden in bezit zijn voor een nieuwe lijst te starten. Daar heb ik nergens niks van gevonden. Gewoon dat we even wel briljant mannen moeten opzetten, maar dat kan geen kort zijn, want we moeten nog bij ons lijstvorming beginnen. Maar dat kan wel in orde. Maar er is dan nog één dringende zaak. De naam zeker? De naam. Ja, Frans, je kent me toch. De naam van die partij, Frans. De naam van die partij, Frans. Luister. Ik dacht aan lijst Leenaerts. Lijst Leenaerts? Ja. Voor wat? Ja, omdat dat Geert zijn achternaam is. Ja, en dan moet hij lijst naar Geert zijn naam hebben? Ja, dat is Geert zijn lijst, dus eerst lijsttrekker. Ja, maar toch moet hij toch precies zijn naam hebben? Allee, de CD&V, dat is toch ook een lijst, heren? Nee. Maar in de tijd was de lijst van Rossen met de Rossen en de lijst van Jean-Marie de Dekker, hij de lijst de Dekker. Vivian Verbeek moet de lijst aan die persoon met een naam hebben, hè? Zeg, mis ik toch allemaal niet zijn naam. En ik zit in het akkoord. Je zult zelfs toch moeten. Ik kan het tegen je. Dat is goed, dat komt zit ook toch. We zullen wel nog een keer brainstormen en dan vangen we wel een naam. Moet dat ons allemaal in kunnen vangen. Ja? Ik heb het logo al ontworpen, hè? Laat het zijn volgend punt. Oké, dat is goed dan. Dan zullen we beginnen bij de samenstelling van de lijst. Lijst Leenaerts. Lijsttrekker van Lijst Leenaerts. Geert Leenaerts. Tweede plak. Je vermindt de eerste plak en de man is als lijsttrekker, moet de tweede plak wettelijk gezien een vrouw zijn. Maar die gaan we vanochtend moeten zoeken. Ja? En ik dan? Ja, waar is het op het toe? Ik kan toch op de tweede plak staan? Ah, maar ik ga vroeg een heel schoon plak in gedachten als lijstduwer. Lijstduwer? Wie wil dat nou doen? Maar dat kan ik niet eens gekozen geraken. Ja, dat ziet je van hé. Dat de lijst een schoen zelf. Geert, zeg tegen de schoonman dat ik op de tweede plak stond of ik daar naar de lijst moet, dat is zonnig. Oh, dat is goed, dat zeg kom ik maar zeg op de tweede plak stoot, zo Vivian. Ja, maar Geert, ik zie er zeker dat zij kiezers kunnen aantrekken, ze. Oh, man, met je toch alles te druk en niet. Ja, u het. Dan moeten we stemmen. Stemmen? Stemmen aan verzuiver. Oh, wel, in de politiek is dat heel belangrijk. Democratie heet dat. Belachelijk is dat. Zeg, anders moeten we stemmen of we gaan stemmen. Wat wil je? Ik stem voor. Ik ook. Ik ook. Ik stem tegen. Bart, draai tegen u, het is beslist. Was er na beslist? Oh, wel, of dat we gaan stemmen. En ik stem voor. Ik ook. Ik ook. Ik stem tegen. Herdraai tegen u, beslist. Move
Hoeveel hebben we nagesteld? Gewoon, of ik op dit witte plakpot stoel. En als daarna beduiven grote meerderheid goedgekeurd. Zeg, dat is wel plezant, hè, stemmen. Dat ging me goed afgoed in de gemeente Rood. Zeg, drinken we nog een witteke? Ik stem 5. Ja, ik ook. Kom, spoedig. Dus, tweede plak, Linda. Linda, wij nog. Leenaert. Nee, horen nog. Ja, Linda Leenaert. Zij heet ook Leenaert. Ja, maar wie zijn ik familie, hè, Geert? Dat hoop ik niet. Wat dan? Zeg, maar dat kan het toch niet schelen dat die lijst Leenaert zit? Dan krijg ze toch horen nog. Geert ze nog. Maar dat blijft toch hetzelfde? Het is het principe. Nou, wij hebben interessante vergaderingen van de gemeente Rood. Voort, hè, Linda. De partij heet lijst Leenaert. En als je dat niet aanziet, dan word je maar op een ander. De partij van de beestjes en de ja, die zullen nog wel mensen zoeken. Heel goed, zo vlug op de kant. Dat is de kast. Nee, spoed toch, spoed toch. Ja, ja, ja. Wie nog? Ah, dag Frans, dag Linda. Dag Hilde. Zeg, ik wist niet dat het koudovend was. Het was op het onderwaard, dat was eigenlijk op het onderwaard. Heel onderwaarts, ja. Dat is plezant. Ja, ja. En wie is aan het winnen? Dat ging van de kiezer afhangen. Dat ging van de kouten afhangen. Ik weet nu, ik denk dat ik van de stille staart ga. Jawel, ik ga dan in een keer weg missen, Linda. Oh, zeg maar, dat denk je nog een keer over no, hè. Over wat? Over neef Leiden, voor de Katersclub. Oh, ja, ja, voor de Katersclub, ik verstoor het. Nee, wat schiet er aan de hoek? Een lijst trekken. Er zijn nu een trek. Hij is dat wel normaal, ik zal dat toch besloten onderzoeken. Zeg even wel voor alle jasmanen, hè. Voor wat? Dat is wettelijk verplicht. Wettelijk verplicht? Voor een katersclub? Ja, ja. Ja, omdat daar is een olke nodig over vrouwelijkie of over auto's. Of over kleintjes en over mannen. Maar ik wil anders ook wel een keer mee katen, hè? Ja, 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 Leenaerts. Zet maar zeker dat ik een meekoute, kameraad. Dat zijn toch wel aangenaam mensen, zeggen. Ja, hè. Ja, Frans, hè. Wat is dat, schatje? Je zet zo'n vruchttaas van de yoga. Ja, ik heb het ongelegen. Nee, vroeg me maar af waar dat kwam. De yogaleraar was ziek. Oei. Hij verspannen. Oei. Ja, dan zeg je dek, hè. Maar ik wist niet dat wie bezoek kwam met deze hoofd. Ja, die eigenlijk ook niet. Dus dat was op het onverwachts. Onverwachts. Ja, dat had je al gezegd. Ja, Geert zei, willen we een boer koten, zei je. Ik zeg, ja, dat is goed, zei ik. Ik zeg, we zullen Frans van en even nog vroegen, zei ik. Want dat is goed, zei Geert, vroeg te maar, zei je. En toevallig was die Linda, dat is bevraagd. En die is dan niet nou eigenlijk. Om te koten. Ja. En wat spelt Jillings dan zoal? Kajongen. Wezende kajongen, dat is een combinatie. Man, man, man. En jij wil in de politiek gaan. Dan had je toch wat minder moeten liegen. Wat bedoelt je? Wat ik bedoel, Geert Leenaerts. Van lijst Leenaerts. Is dat je begint te beliegen dat je geen namen hebt. Een katersclub. Een nieuwe stadspartij, ja. Geert Leenaerts als lijsttrekker. Frans Kruismans op de derde plak. En Linda Leenaerts als lijstduur. Het is niet waar. Oh, nee? Linda is die op de tweede plak. Ik heb het te staan, hè? De jingle opkomen binnen verkiezingen. Oh, ja, ja, Hilde, ik geef het aan. Ze hebben mij van alle kanten zitten vragen. Dat wil toch zeggen dat er nooit is aan... Aan ook zeker? Maar ja, er is nooit aan mensen gelijk aan zich. Mensen die weten wat er leeft in een stad. Mensen die de stad nieuw leven willen inblozen. Maar de stad moet geen nieuw leven worden ingeblozen. De stad leeft meer dan genoeg dankzij ons huidige bestuur. Dus jij vindt dat alles goed ging in zijn trui. Ja.
moderne stad geworden. Een stad die meersburentijd, wat zeg ik, die een tijd verraad is. En dat allemaal dankzij onze huidige meerderheid en onze huidige burgemeester. Wat wil u dat toch eigenlijk, hè? Sinds wanneer zit je zo pro-veerlijk heren geworden? Sinds altijd. Maar vooral sinds dat ze mij gevraagd heeft om op haar lijst te staan. Oh, wat blieft? Op een verkiesbare plak. Dat meent je nou toch niet? Dat meent je nou toch niet? Ziet jou lachen? Nee, hè? Ja, dat is altijd mijne. Die moet opkomen met de verkiezingen wel, ik hoor. Die wil door stadspartijen op de kaart zetten, want dan zult je eerst mij moeten passeren. Mon nagel u, vergeet. Die wil toch zo tegen de politiek? Die wilde niet dat ik met politiek te maken zou hebben. Ja, Geert, maar toen had de burgemeester nog niet persoonlijk nog mij gebeld om te vragen of ik op haar lijst wou staan. En trouwens, ik vind nog altijd dat politiek niks voor u is. Maar wel voor mij. Ja, maar schatke, alleen u dat wat je zegt, dat kan toch niet? Wie kunnen toch niet tegen elkaar gaan strijden? De verkiezingen, wie zijn getraad? Ik zet op de man van uw leven. Ja, en dat zal nog niet veranderen, maar niet in deze kiesstrijd. Liefde en politiek, dat rijmt niet. Oh nee, dat rijmt nou echt niet, hè? Dat de beste mogen winnen. En de beste, dat zijn ik. Ik ga een campagne voeren tot ik er bij de aanval. En doe niks meer overblijf van uw lijst, Leenaert. En Jay? Jay kiest aan de kant? Ja, dat zeker. Dat. Je kon toch ook niet weten dat Jay ging opkomen, hè? En dan blijf ik trouw aan mijn partij. Dag, wel bedankt. Ah, maar geen probleem. Dan kun je eens bij mekander gaan janken de 14 oktober. Want als mijn partij en ik gereeds zijn betoegd, dan gaat jullie voor een stad tussen Urbien moeten aangeven dat jullie gewoon veel te zwak wordt voor een ijzersterke partij als die van ons. Let the battle begin. Oh ja, nog iets. Morgenavond heb ik om 8 uur een vergadering. Oeh, ik ook. Dat zal niet gaan, want ik heb hij al afgesproken. Ik ook. Bij wie? Voor Katersclub. Je doet wat je wilt, maar ik vergader hij. Zoek die op mijn raderplak. Niks van. Dat zijn nog altijd menna's. Dat van mij ook. Wat heeft hij gedaan? Man, man, man. Dan hebben we nog lang weken hier te 14 oktober is. Oh,
waar? Ja, het is waar. Zij hebben je eigen naad een andere nog aangesloten bij Katersclub, hè? Ja, dat. Een andere club als die van ons, man. Maar zij denkt dat ze bij haar in de club beter katen hebben dan bij ons. Nee. Terwijl dat juist dezelfde katen zijn, hè, Lindakke. Komt er maar op aan dat je uw katen uitspilt. En ik vrees dat er bij hun in de club een wat te veel aan bluffpoker wordt gedaan. En dat ze wat te veel jokers in het spel zitten. Boeren hebben dat gewoon te kot. Die zitten allemaal bij jou. Zeg dan even tien of taander, maar dan ga je toch nog even politiek. Ja, 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 dat zit ook daar, Linda. Een honderd was ik dat? Dat is een voorbeeld van ons campagnemateriaal. Geertje, uw kop, zo groot. Als 5 minuten verschieten, hè? Ja, zeg Linda, en wie krijgen allemaal onze winnen? Oh, krijgen is volgens uit, hè, Frans? Nee. Iedereen moet zijn campagne zelf betalen. Oh. Ik moet dat gemeente niet hebben. Als een zacht winst eerst mag vliegen. Geef mij maar gewoon traditionele vissen. Dan kan ik gaan pappen, dat ik toch niet meer mag schilderen. Wat je eindelijk zitten, dan kan de vergadering beginnen. Ilke, ei blijven. Focussen, mijn kind. Vanaf na gaan we onze eigen koers varen. We trekken ons vandaan er niks meer uit. Niks eigen. Dus luister. Morgen is de vergadering. En iedereen van de CD&V's en trouwens al door. Ja. Kind je de bestuursleider? Nee. Kent je de schepenen? Nee. Ja, maar Dilde, kun je kind nou toch wel wat schepenen van de CD&V bekend? Johnny van Grieken. Nee, ja, dat is een goeie zeker. Chef Kleren natuurlijk. Ja, maar dat is geen schepenen. Oh nee. Nee. Allee, wie kent je? Kom. Denske. Allee, dat madameke. Dat vriendelijk. Ik heb ze vorige week nog gezien op de begrafenis van een oud collega. Nee. Raymond, Spurkus! Maar hij is ook in de schepenen ermee. Allee, nee, die hebben Amstermijn opgedeeld bij mandaanders. Och ja, bij dingen. Renies, ja? Gunther. Ja, Gunther. Dat is toch die acteur niet op de televisie kook. Ja, de zingende zaag. Je hebt niet te maken, want het is familie van hem. Jurgen. Ja. Vergeet dat aan niet meer. Kom, proberen, maar de namen trekken ze op elkaar. Ja, allee, wie kent je nog? Ja, Veerle natuurlijk. En Stippelmans. Juist. En Ingrietje Kempeneers. Geert, stop bij afluisteren. De geest zot van de Ingrid Kempeneers. En jij trekt me dan heel focus. Allee, wie kent je nog? Dingen. Neeskens. Neeskenska. Ons kader, onze schepen was paard. Die dat binnenkomt, dat kunt in de grond gegraven voor het nieuw zwemmen. Ik ben Pinoboe. Zie, ik heb alle schepen van de CD&V Centraal. Na de bestuursleden hoor. Voilà, dus dat is een lijst met de namen van de mensen die je gevraagd hebt voor op ons lijst te komen staan. En de meeste worden geïnteresseerd, behalve dingen en de Luc Witthoffs. Witthoffs niet? Nee, die altijd gezegd bij de blauw. Ja. Stummerik. En dingen en ook niet. Danny Boffin. Ja, dat is al niet goed, hè? Die woont geen in zijn trui. Ja, die woont wel in zijn trui. Die woont niet in zijn trui. Die woont zeker in zijn trui. Die woont in Alleke. Ga je hem dan maar een keer zeggen, want dat weet hij volgens mij zelf. Ik denk dat dat een heel schoon lijst is. Ja, dat denk ik ook. Er zitten echt een paar stemmenkanonnen tussen. Hè? Maar vandaag moeten we ons buigen over een heel belangrijke kwestie, namelijk ons partijprogramma. De mensen kennen ons niet, dus moeten wij een overtuigen van op ons partij te stemmen. Ik ga naar iedereen zo een formulier gegeven. Was dat nou weer verzien? En dat vult je dan in. Dus schrijf je dan op wat je vindt dat misgelopen is de laatste 5 jaar, de voorbije 6 jaar. En gelukkig is dat heel vol. Ja. Moe hij de traaneer zich deze legislatuur. Moe hij de traaneer zich deze legislatuur aan er. En wij kunnen wie als lijstlijnaars dat beter doen.
denkt ons goed en vernomen, dat is heel vernomen. De toekomst van Sint-Truin hing toen vanaf. Maar ik zou zeggen, net te lang nadenken. Zo'n 2 minuten en dan haal ik de formuliertjes op en dan zullen we daar samen overlopen. Luister, Dilleke. De CD&V, die wil positief naar buiten komen. Kent je een van hun slogans? CD&V, olé olé. Dat is van de NestTVV. Nee, wie is dat? Hildekum, wat de voetbalploeg. Ja, dat ken ik wel, natuurlijk. Oh, is ze niet onder de kluts kwijt, hè? Blijf maar kalm. Eén van hun slogans is, waar een wij is een koe. Waar een wij is een weg, Hildekum. Ja, natuurlijk, een weg. Geen K, weg bij de K. Waar een wij is een weg. Wij met lange ei. Juist. Je god moet het proberen te klappen gelijk ze bij de CD&V doen. Die gebruiken heel dik, maar heel dik, het woordje vier. Vier. Ja, je moet eens op Facebook letten. Het is vier allemaal de klok slug. Vier burgemeester, vier schepen, vier op dit, vier op dat, vier op van alles. Ja, vier. Okay. Je moet het niet weten hoe op dat je vier zegt, hoor. Ja. En hij stelt, ik ben Rudy Vestra. Oh, maar die ken ik. Die van hier centraal. Juist, een journalist. En ik ga nog een vraag stellen. Hilde, hoe zijt jij vier op? Ik ben vier op de nieuwe markt. Ja, dat was al goed, maar als hij goed was, ik zou zo van moe van Melden van Veerlen overnemen. Als dat bij u werkt, dan werkt dat bij toeg ook. Zoals? Lachen. Veren die lacht altijd, ook als ze me zeilen vertilt. En zo denken de mensen dat ze altijd goed nieuws brengen. En hij probeert het. Ja, oh, dat is goed. En dan moet je gelijk als Veren of altijd voor een zin, ik zou zijn. Die zei dat maar 100 keer op een dag. Ik zou zijn. Allee, probeer het nog eens. Hilde, hoe zijt jij vier op? Ik zou zeggen, ik ben vier op de nieuwe markt. Oh, maar dat klinkt toch wel goed, maar dat kan nog veel eerder. Je moest proberen van heel dik te zeggen, ons en onze. En dat in combinatie, bemooi. Dus net uit stadhuis, maar ons mooi stadhuis. Net dat merk, ons mooie markt. Want je weet, ons, dat versterkt het wijgevoel. En waar een wij is een weg. Ah. En dan probeer je nou eens, Hilde. Hoe zijn jij fier op? Ik ben fier op onze mooie nieuwe markt. Ik zou zeggen, de ideale plaats voor leuke ontmoetingen en tal van evenementen. Denk maar aan de wekelijkse markt, de kermis, het WK voetbal op een groot scherm en tal van andere activiteiten in de fruitstad. In onze mooie fruitstad. Goed bekend. Wow, ik heb de briefjes verzameld en zie wat Jillings negatief vindt aan de voorbije legislatuur. De voorbije sessioen. Eerste opmerking, de merktrek op geen clue. Dat zal ik maar niet laten oplezen. Maar ik zie dat door iemand niet content is bij de nieuwe merk. Ja, ik. Dat ben ik opgeschreven. Wie is het toen nog bij eens? Iedereen is toch bij eens? Chit gelijk. De nieuwe merk dat trek op niks. Een van de schoonste marktpleinen van ons land, zei het bestuur. Ja. Weet je wat ik ervan zeg? Lelijk, 50 tinten grijs. Ja. En wat is dat doe al niet van een vettige polsen van vitplakken en oude plakken van de kikkers en spit op de zoten, dat ik merk. Och ja, dat mag ik nu niet zeggen, hè. De haspengouwmarkt of van mensje net een helen is zo groot. Dus zit het er momenteel op stadaars, hè. De kapabel zullen zijn voor matten te bestellen dat de mensen eerst de voeten moeten vegen voor ze die merken. En dan is straks wachten in een paarse parachute maar rondschieten of ze niemand geen perces kunnen schieten voor de flambouw zonder het schoten. Ja, en
als de zon was kind op de Portugese witte steen, dan moest je wel een zonnebril houden om het te kunnen roegen, hè, jongen. Ik heb het rijk hier heb ik al onder de auto gestoken omdat ik met mijn ogen tuigen zeg, en nu is het groen, Heine. We zijn de schoen, boom, de versfeer en levensorgen op de werk. Juist, Frans. Weg. Weg. En hoe zijn ze Heine dan, de boom? Die is dan evenals te verkommeren op een of ander industrieterrein. En ik ben fier dat onze prachtige bomen een tweede leven hebben gekregen op het industrieterrein van Brusten. En tegelijk werden onze mooie bloembakken die in de plaats kwamen zeer geapprecieerd door de truienaar. Ze fleuren het straatbeeld helemaal op. Ik zou zeggen, laten we in de toekomst nog een aantal extra voorzien. Weg met die mottige bloembak. En dat pisbak moet de helgrond tegen stritsen. En terug op wat buur op onze merk. Ja, terug wat leven, terug op wat groen. En op wat loemer als te beleven. Ja, terug op wat ziel in onze merk. Ik zou zeggen, wij mogen terecht fier zijn op onze mooie nieuwe markt. De merk trekt op niks mee. Met zijn prachtige nieuwe terrassen. Bedeelneuzel visbakken van terrassen. Waar het heerlijk genieten is. Moet ook juist een zeehond in volle bossen. Zowel in de zomer als in de winter. Moet je in de winter bevriest en in de zomer bost van de heetje. Ik zou zeggen, hashtag 4 op Sint-Truiden. Ik zou zeggen, Sint-Truiden trekt op niks mee. Goed, heer. Goed. Maar mag ik ook nog een tip geven? Ja, natuurlijk. En wat zeg, gebruik door haan voor uw woorden kracht bij te zetten. Zit trumpets. En zie dus, werd dat dit gebracht, hè? Zit, hè? Ja. Trek op niks meer. Allee, ja, hoor. Allee. Ze trek op niks meer. Tweede brief. Tweede brief. En natuurlijk ben ik fier op onze mooie stadsapp. De stadsapp. Daar mogen wij terecht fier op zijn. De stadsapp. Wat een zeven is met dat. Wie kan doen dat? Zeer populair bij de truienaar. Wie gebruikt dat? Ik hoor alleen maar tevreden stemmen. Ik heb dat nog in een dag al terug van mijn gsm gesmeten. Zeer gebruiksvriendelijk. Niks bij aan te vangen. En dan moet er een gsm nog altijd opgeladen zijn, hè? Onze stad wil er zelfs de prijs mee. Ik ben de naam van die prijs nu al vergeten, maar ik ben er zeker van dat het een hele belangrijke prijs zal geweest zijn. Ik zou zeggen, hè? Ik zou zeggen, afschaffen die helen. Ik zal het met een afvalkalender wel zien wanneer ik mijn blauwe zak moet water zetten. De helft van de truien is, weet zelfs niet wat dat is, een app. Nee, wat is dat? Die meiden dat je spreekt over appartementen, dat je spreekt over een app. Want dat is nog zoiets, hè? Wij van historische gebaren hebben in Sint-Truiden nog afgebroken werden voor appartementen in de plak te zetten. Sint-Truiden is er serieus op vooruit gegaan op het gebied van huisvesting en straatbeeld. Er werden de laatste jaren in onze mooie stad enkele prachtige wooneenheden opgetrokken. Lilletje gedrochten zijn het. Allee, wat hebben ze met Dona gedaan met die schoenskul van Durselene? Of in de Zaadstraat, moet het stadswerk haast was vroeger. Want waar hebben ze met dood al gezaten? Het is juist een witte tupperware, dude. Hoe zeg ze geleerd dat je zo'n spel wil gaan worden? Maar appartementen. Ja, maar dan vroeg ik genoeg. Wie ziet daar allemaal wonen?
Dat krijgen ze toch van zijn leven, hè, vol? En de stadsontwikkeling gaat verder. Ja, maar wat ging het volgende zijn, hè? De vakschouw, de broeders, al de schoengebouwen maar tegen de grond en maar appartementen. Die vooruitgang, die moeten wij stimuleren. Die zieven moeten we stoppen. Geef jou een volgend punt. Ja. Verder ben ik fier op onze mooie stationsstraat. De Stasenstraat! De Stasenstraat! De Ramblas van Sint-Truiden! De Ramblas van Sint-Truiden, zei Stippelmans! En die meende daar! Ja, maar weet ik niet of Jelis de Ramblas in Barcelona al ooit een keer gezien heeft? Ik niet, maar mijn dame wat! Ramblas in Barcelona, dat trek je de verste verte niet op de Stasenstraat van Sint-Truiden. Het is nogthans een heel mooie wandel- en fietsstraat geworden. Wondervolle spoor is breder als de straat. Toen waren auto's dat tegen de richting over de volle spoor reden, omdat ze meiden dat er een vak was. Ja, we ook doorval schoen tinten grijs. Want het is wel schoen assortie bij de merk. Dat moet even vertagen. De buurt is echt opgewaardeerd. De Ramblas van Sint-Truiden. Dat is gelijk als dat Hilde Voutmans bij de vorige verkiezingen het stadspark van Sint-Truiden wou opwaarderen tot het Central Park van New York. En die meende dat ook, hè? Jongen, als ze na van de Groenberg nog het Sint-Pietersplein van Roemen en van de Minderbroederskerk de Taj Mahal, dan moet de volgens kunnen vliegen naar hun huis. Geert, jong, we zijn te negatief bezig. De kiezer die ons terecht zwengen. Is door iets positiefs. Nazinnig curieus. Natuurlijk hij het huidige bestuur ook goeie zaken gedaan. Ze hebben Erik Carrier als schepen vervangen door Ingridje Kemp. Ik zeg dat nu dat Carrier zijn werk niet te goed doet, maar als er op aankomt, dan zie ik toch liever Ingridje de cijfers verlezen. Het oog wil ook wat. Is het nou dan door eens even hebben de Ingrid Kempeneers? Van een schoen tofel kun je niet eten, hè? Juist! De tofel van 65.000 euro! Laten we daar een keer over klappen! Godverdomme, de Geert! Ja, super leuk, dat voor een chef. Als dat maar goed komt, Linda. Wel, Frans, jong, ik geloof niet dat er een coalitie in zit. Een coalitie? Bij hun! Ik ga nog liever een coalitie om bij mijn mond, bij mijn hoed, op dan mijn tum. Als dan speel ik dat mijn fikkie doe. Ik maar wat kan ik wel vertellen? Wat doe je precies? Vuil op boerenlever, hè? Het parkeerbeleid in Sint-Truiden. Laten we daar een keer over klappen. Wat scheelt daar nou weer bij? Ik heb deze jaar alleen al 17 processen gehad. Hoe parkeert je overal? Voor te vertrillen dat ik moet wassen voor mijn werk. Die zou tot in de vertrin rijden. Nee, ik zal doen wat ze vragen en te voet bij mijn lier op het schoon van de Veenberg door de Luimstraat gaan. Dan gaan we ervoor zorgen dat u minder vrouwen.
minder fraai kanten. Laat mij maar doen. Zelfs zijn net de enigste een creatieve campagneleidster met zin voor initiatief. En wat moet je dan doen, Karin? Moet ik maar doen, kind, dat je allemaal inhoudt. Je doet dat goed, Karin. Hashtag, ik ben fier op mijn kuisvrouw. Hashtag centraal, trek op geen kloten meer. Lijst Leenaerts is op de hoogte van dat fameuze voorakkoord in Sint-Truiden. Wij hebben er geen schrik van, sir. Integendeel. Je moet niet vragen wat schrik dat zij van ons hebben. Dat ze met drie van de grootste partijen al gaan bedeenspannen tegen ons. Oh, natuurlijk kan ons dat niks maken, wat denk u? Heb jij ons partijprogramma al een keer bezien? Ja, wat denk u ervan? Ja, dat is waar. Als wij eraan komen, dan is het gedaan met de werken in Sint-Truiden. Ja, dat klopt ook. Ja, ja, ja. Wij gaan een doorgang terug openmaken van de markt naar de Zoutstraat. En van de markt naar het Minderbroedersplein. Dan kunnen de mensen toch tenminste kiezen omdat ze de markt op en af rijden. Goedemorgen. Goedemorgen. Ah ja, ah ja, natuurlijk klopt dat ook. Wie is dan de telefoon? Het Belang van Limburg. Oh. En Geert heeft gebeld? Nee, die hebben spontaan zelf gebeld. We hebben gisteren ons partijprogramma voorgesteld en de interesse is heel groot. Dat is al wel. Schoon beloftes allemaal. De mensen zijn de regeltjes moe, je helden. En een trainer is niet gemaakt voor hem een regel staan. Moet je wat zien, hè? De commercie terug opleveren als de mensen terug gemakkelijker bij een auto in de stad geraken. Maar wie doet er juist alles aan om het parkeren buiten de stad te promoten? Ja, dat is dubbel, dat een helft van de winkels leeg ligt. Hij verdrijft toch zo, nee? Er komen onderlopende bandwinkels bij. Ja, ja, dat is niet. Maak er maar een schone artikel van voor in de gazette, hè? Ah, wel ja. Zeg, ik geloof dat jij ook in Sint-Truiden woont, hè? Ah, maar dan weet je voor wie je moet stemmen, hè, de 14e oktober. Ja, ja, dat is goed, jong, dat kort. Zeg, als je er een keer iets van doen hebt, je hebt mijn nummer ook nu, hè? Ah, wel, dat is goed. Ja, ja, dag, mijn vriend. Dag. Dag, Hildeke. Je meent ook dat je onmiddellijk wordt afgestraft als je kiesbeloftes niet waarmaakt, hè? Over was ook jij wel niet waarmaken, dan? Ik heb een folderij gezien. Huh? En wat vind je ervan? Wie heeft dat programma geschreven? Ik, natuurlijk. Alle parkeermeters worden weggehaald. Wat lijst Leenaerts betreft geldt onbeperkt gratis parkeren voor iedereen die in de stad winkelt en werkt. Doog maar voor mij scoren. Geld is wel bij DT. Doorletten de mensen huiver, zeker. Zolang gratis, maar just geschreven is. De Statiestraat krijgt terug twee rijrichtingen. Dus jij de stationstrook. Voor een trein is dat de stationstrook. We maken ook van de Stapelstraat een tweerichtingstraat. Is dat niet wat te smal? Te smal? Je zet de tijd van Jeff kleren vergeten, zei je? Toen stonden de auto's door drie dobbel geparkeerd en dat is nog weer even aan. Leenaerts. Het laatste nieuws. Ja, zeg maar, wat wilt je weten? Ja. En dat is zo de hele dag door, hè? Ja. Bon, ik ga me gereed maken. Griet maken? Voor wat? En we moeten naar TV Limburg, hè? TV Limburg? Goeiemorgen! Wat moet je toch ook om doen? Ach, een goeiemorgen, Grin. Ze vonden het partijprogramma zo opvallend dat Geert het in de studio van het nieuws mocht gaan uitleggen. Wacht, Karin. Ga je daar papier buiten zitten? Nee, dat is promotiemateriaal van ons zilk. Affiches? In wat voor een tijd leeft je? Is dat toch niet te geloven, hè? Zeg, heb
kind. Stijfels krijgen. Maar het kind dat het programma wel aanzet. Je mag gerusten. Dino de andere gazet belt hem op. Ja, ik denk dat zijn trui verdeeld is in twee groepen. Een groep die voor de vooruitgang is en een groep die er tegen is. En CDV stiep voor de vernieuwing. En Lijst Leenaars voor zijn trui van 20 jaar lijn. Zeg maar gerust, 30 jaar lijn. Ja, ja, maar dat is gevaarlijk, weet de 14e oktober. Ik weet het, maar wat doet je eraan? Ja, nee, niks gekrapen, Hilde. Aksen ondernemen. Aksen? Aksen. Dat de kiezer geen vertranen mee heeft in Lijst Leen. Ja, ja, maar weet wat je dat doet. Lood, niet praten. Ik heb ook beloofd dat ik als uw campagneleidster dat kon oplossen. En ik kon dat werken aan het zwassen en bij dat werken bedoel ik oorregeer. Maar wat moet je doen? Karin! Hallo? Met het Belang van Limburg. Ja, juffrouwke. Mag ik een journalist? Spreken, alstublieft. Ik wil mijn verhaal doen, ja. Van grensoverschrijdend gedrag. Ja, van mijn baas, ja. Ja, Geert Lena. Oh. Tussen Amerika en Mexico voor het krapulbaat het aan. Dat is misschien nog geen slecht gedacht. En een moer tussen Hasselt en Centraal voor de dikke naakte water te halen. Zijn jullie nog wel betaald, zeker? Nee, Vivianne, ik blijf op mijn gemak zitten. Ik zal wel opnemen, ze. Met het kabinet van Geert Leenaert, van Lijst Leenaert, met Geert Leenaert zelf. Ja? Ja, Karin van Welkenhuizen. Ja, die ken ik zeker, want dat is mijn kuisvrouw. Maar voor wat? Stalking en grensoverschrijdend gedrag? Wat was echt gij nu? Dat is het allemaal. Maar of hè, meneer. Luister, de carrière Karin die is hier al jaren bij mij in dienst. Maar stalking en grensoverschrijdend gedrag, waar haalt je dan nu uit? Wie heb ik aan de lijn? Hallo? Hallo? Het laatste nieuws. Je zegt de journalist. Wat scheelt toch? Luister een keer hier, meneer. Ik weet niet waar dat je die groenen allemaal uithaalt. Maar van grensoverschrijdend gedrag is hier absoluut geen sprake. Hoe heb ik mijn kuisvrouw nog niet gezien, zeg? Ik garandeer u, dat is een grens die jij niet wilt overschrijden. Luister. Mevrouw van Welkenhuizen, die werkt hier al jaren bij mij. En wij werken al jaren in opperbeste verstandhouding. En zij is altijd zeer correct behandeld. Al 15 jaar. Hoe zij beweert van niet? Wat blieft? Wat? Dat meent je niet. Wat meent er net? Maar dat klopt niet. Wat klopt toch niet? Dat is niet waar. Dat is niet waar. Zo ken ik niet. Jij zegt je niet. Dat is gelogen. Wat is gelogen? Hoe noemt zij mij? Mijn zoek. Wat blieft? Wat? Maar ik ben helemaal geen agressieve zot. Wie zei dat? Maar Vivianne, dat klopt dat toch een keer zeg. Nee, dat was niet tegen mij. Nee. Wacht, zeg ik u. Luister, decadé. Ik weet niet waar je die zeven allemaal uithaalt, hè. Maar als jij hier iets van in de gazette durft zetten, dan sleep ik je voor de rechter. Goed verstaan, hè. Mislukt een Danny Verstraeten. Wat was dat? Nou, wie zegt dat een vals spelletje goed kwijten, hè. Maar dat ze zo het zo gewoon. Zeg, maar God, ik nou nog zeggen wat het dus scheelt? Nou, hij Karin naar de gazette gebeld, verwicht de beschuldigen van stalking en grensoverschrijdend gedrag. Hij zei dat ik er honderden sms'jes heb gestuurd, beschuldige taal en oneerbare voorstellen voor haar te verleiden. Maar wie durft ze nou zoiets zeggen? Straf, hè? Heel straf! Of
dat je even kwam zetten voor een vrouw te verleiden. Ja, natuurlijk geloven en dat, als die maar een sappig verhaal hebben. Genaam, Vivian. Na wat je in de eerste plaats wel naar de gazette, want een hele commentaar, dat is het slechtste wat je kunt doen, want dat zit in de gazette, maar dat ze wel. Ik weet toch niet wat ik dan tegen moet zeggen? En wat je nu doet tegen journalist Noé had, en nu zorg je ervoor dat ze een rondtekening intrekken. Dat wil een rondtekening intrekken, dat giet hij niet doen, hè? Nee, dat giet ze niet doen. Maar wie moet die journalist nu geloven dat Karin een rondtekening gewoon intrekken? Dat verstaan ik niet. Nee, Karin heeft gebeld met de gazette. Ja. Die journalist die heeft Karin niet gezien. Ja, nee. Ja, dan is het toch simpel, dan moeten we gewoon iemand zoeken die zich aangeeft voor Karin. Iemand aan aangeeft voor Karin, ja. Wie gaat dat doen? Ik nee, want ik kan ze niet om mij de spelen zien. Maar ik ken wel iemand. Ja? Ja. Allee, ik hoop het. Ja, want je mag ook content zijn dat ik uw campagneleidster ben, hè? Je hebt gelijk, Vivianneke. Je doet dat goed, metske. Tante, ze vriend. Nou gaat je bij mij toch ook niet beginnen, zeg. Kom maar door, meneer. Dankjewel. Fijn, meneer Leenaars, dat u mij hier bij u thuis wil ontvangen. Oh, voor wat wel niet? Ik heb geen geëimen. Ja, het is toch niet min waar u van beschuldigd wordt, hè? Stalking, grensoverschrijdend gedrag, ligt allemaal heel gevoelig in de nasleep van de hashtag MeToo-affaire. Als blijkt dat die beschuldigingen aan uw adres waar zijn, ja, dan kan u uw politieke carrière vaarwel zeggen op voor ze goed en wel begonnen is. Ik denk niet dat ik iemand vaarwel moet zeggen, meneer, want ik sta recht in mijn schoenen. Hashtag me nergens hoor geweest. Meneer Leenaars, dat kan u misschien wel beweren, maar kan u dat ook allemaal bewijzen? Luister een keer goed hier, hè, gij. Ik ben van het principe dat een mens onschuldig is tot het tegendeel is bewezen. Ja. Dus ik vind niet dat ik hier feitelijk iets moet bewijzen. Nee. Van de andere kant heb ik ook geen goesting in de schandaal in de volle kiescampagne. En daarom wou ik u wel te woord staan. Kom, zet u een minuut al. Dank je wel. Ik vrees dat mevrouw Van Welkenhuizen een aantal signalen verkeerd heeft geïnterpreteerd. Maar wij hebben een goed gesprek gehad en mevrouw Van Welkenhuizen is samen met mij tot de conclusie gekomen dat alles gebaseerd is op één groot misverstand. Misverstand. Ja. Oké, jammer. Zou ik wel eens uit mevrouw Van Welkenhuizen haar mond ook willen horen natuurlijk. Dat verstaan ik. Wat wil ik haar even erbij roepen? Ah, mevrouw Van Welkenhuizen is hier aanwezig. Maar natuurlijk. Zeg, en zijt u een keer eerlijk. Als de kans bestond dat ik haar zou aanranden, dan zou ze toch geen voet niet meer in de huizen zetten, wat denkt u? Ja. Karin, kom het stad hier als je wilt. Ja, meneer Geert. Meneer hier is journalist van het Belang van Limburg. Hij had een vraag voor u. Zeker. Wat kan ik voor u betekenen, meneer? Ja, goeiedag. Jurie Bekkers, Belang van Limburg, inderdaad. U bent Karin van Welkenhuizen? Zeer zeker, meneer. In leven te lijven, meneer. Ja. U bent de huishoudhulp van meneer Leenaars. Ja, meneer, ja. En u hebt ook naar onze redactie gebeld om te zeggen dat meneer Leenaars u lastig valt. Ik vrees van wel, meneer. Maar dat was allemaal één groot misverstand. Ja, meneer Geert heeft me nooit, en ik zeg nooit, met één vingertje aangeraakt, hè, meneer. Nooit, hè. En heeft zijn poes wel daar niet lastig. Ik heb nooit lastig gevallen. Nee, hij is de braafste persoon die ik ken. Ja, en is altijd een heel goede baas voor mij geweest, ja. Ik trek al mijn beschuldigingen allemaal in. Oké? Okay? Nog een fijne dag, hè, meneer? Ja, mevrouw. Toch nog een paar vraagjes. Ja. Kan dat? Nee. Karin,
Je kunt gerust vrij uitspreken, Karin. Ja. Maar ik stel voor dat jij kort en bondig antwoordt, hè. We gaan niet te veel beslag leggen op meneer zijn tijd. Ten slotte valt u geniefs te rapen. Oh, ik heb nog wel eventjes. Mevrouw van Welkenhuizen, zet u er even bij. U werkt al 15 jaar voor meneer Leenaerts. 15 jaar? Ja, het is al 15 jaar, Karin. De tijd vliegt, hè, kind. Ja, inderdaad, ja. Zonder mij zou dat huishouden hier nog een keer vierkant draaien, hè, meneer. Ja, want als het van meneer en madame zou afhangen. Ik ben geen hoge tante, meneer. Zeg maar, madame, zo echt. Dus mevrouw Leenaerts heeft geen aanleg voor het huishouden. Aanleg? Ja. Zeg maar gerust een onhandige trees. Maar ze heeft haar thuis ook nooit meegekregen. Haar moeder deed ook geen klop in thuis. Is dat zo? Is zo. Ja, maar we zijn hier nu niet om te spreken over mevrouw Leenaerts, hè? Ik wil het woord lui nu niet in mijn mond pakken, hè. Mevrouw Leenaerts, haar moeder, dat was ook zo de lui naap. Die zat de hele dag in de zetel, meneer. En die ging te kijken, te roken en te haken. Ja. Haken? Ja, en tussen ons gezegd, het is wegen, meneer. Die lustte ook wel graag een glaasje, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus de schoonmoeder van meneer Leenaerts is een alcoholiste. Ja, dat wil ik nu niet gezegd hebben, hè, meneer. Maar die zo als een Zwitser, meneer. Ja. Die kwam mij als man compleet onder de tafel. U als man? Ik bedoel mijn man. Mijn man als die bij haar op bezoek ging, meneer. Ah, dus uw man kende de moeder van mevrouw Lena? Ja. Ah, ja, dat zegt u toch net? Ja, dat heb je hier nu juist gezegd, Karin. Dat uw man bij mijn schoonmoeder op bezoek ging en dat zij hem onder de tafel indronk. Ja, maar kom, laten we het hier maar bij laten. Ja, de moeder van mevrouw Leenaerts, Viviane, ja. Die woonde vroeger in het huis naast dat van ons, meneer. Ja. Ah, dus vroeger woonde u naast de moeder van mevrouw Leenaerts en nu bent u huishoudhulp hier in het huis van haar dochter. Dat wil feitelijk ook wel lukken, hè? Ja, wat een toeval is nu dat, zeg. Ja, ik zou het niet verwonderen, meneer, mocht Camille, dat is mijn man, een affaire met haar gehad hebben. Ja. Ik weet niet wat ze dan gehaakte sjaals en voetverwarmers mee naar huis brengen. Ja. Voetverwarmers? Ja, kent je dat niet? Dat is gelijk sokjes, maar dan gehaakt. Om je voetjes s'avonds in de winter warm te houden, ja. En heb je nooit gevraagd naar die affaire? Ah, nee, hè? En dan mijn koude voetjes zitten in de winter. Ik kan het hierbij afronden. Karin heeft toch veel werk. Kom, Karin. Daar gaat het, meneer. Daar is nog een klemmetje werk. Ik moet alleen de ramen is toch wassen. De ramen wassen? Maar meneer Leenaerts, u bent ramenwasser. Ja. Kan u zelf weigeren ramen niet wassen? Ja. Ja, maar als meneer thuis komt van zijn werk, dan heeft hij zijn buik vol van letters en meneer. Ik moet dat ook gelijk. Van s'morgens tot s'avonds. Vensters. Dat kan niet als hij s'avonds thuis komt, dan kan ik het mensen niet zien, meneer. Dat begrijp ik wel. Ja, ik heb zo dik en ik zeg, luister meneer Geer, nog een geluk dat jij geen gynaecoloog geworden bent. Ja, die je niet meer kan zien, maar dat is het wel het helemaal anders. Ik denk dat meneer de journalist wel weet wat je wilt zeggen, Karin. En zijn testes, dat kan ik nu nog voor de wassen, meneer. Maar zijn bruismanieren, dat moet hij zelf doen, meneer. Dat is geen lelijke doos, meneer. Zijn vrouw, moest je niet met hem getrouwd zijn, zo zou mij kunnen krijgen, zeker niet. Kom, je mocht aan het werk. Kom maar naar de venster. Oh, nee. Misschien toch nog een laatste vraag. Waar jij kort en bondig op gaat antwoorden, hè, Karin? Ik heb het toch, meneer. Mevrouw van Welkenhuizen, waarom hebt u dan feitelijk naar onze redactie gebeld om grensoverschrijdend gedrag te melden? Ja, tegenwoordig hoort je zoveel over dat grensoverschrijdend gedrag, dat je als vrouw snel spoken gaat zien. Ja, op een dag heeft meneer Geer mij gekust. Ja, 3 keren achter elkaar, meneer. Oh, ik was serieus verschrokken, meneer. Dat zal wel. Ja, maar achteraf gezien, het was de 1 januari. Ja, eigenlijk was het allemaal. Dat is niet echt grensoverschrijdend. Ja, nee, dat
weet ik, dat weet ik. Maar zaterdags was het weer vandaag. Oh, ja. Ja, ja, maar ik verjaar op de tweede januari. Het is nog niet daar, op uw verjaardag. Mevrouw Van Altenhuis, dat kan niemand als grensoverschrijdend ervaren. U kent toch wel het verschil tussen goed bedoelde wensen en ongewenste intimiteiten. U bent toch een getrouwde vrouw, u hebt hoop en ervaring. Ervaring, meneer, heb ik hoop en ervaring. Volgens mij is hier wel iets meer aan de hand. Ja. U zei aan de telefoon, ja, ook, sprak u over die, ja, honderden sms'en. Ja. Zou het kunnen dat meneer Leenaerts u misschien afdreigt? Op zijn gastenbluf. Ja, meneer Leenaerts is dus een raar verhaal. Ja, ja, dat begrijp ik. Maar dat komt omdat het zit zo. Ik ben Ken. Ken? Ja, ik ben Ken. Meneer Geen en ik hebben een liefdesrelatie. Wat? Sorry, poepie. Meneer Geen en ik hebben een liefdesrelatie. Sorry, poepie, het is eruit. Dat ligt los. Frans, Karin, wat zeg je toch allemaal? Ja, jarenlang heb ik moeten zwijgen, meneer. Ja. Ik ben getrouwd. Geen is getrouwd. Maar nu schreef ik het van de daken, meneer. Ik ben samen met Geert Leenaerts. En als Geertje burgemeester wordt, dan word ik de first lady. Ja, beelden niet voor ogen te zien. Ik ook. Vind je een vreemd koppel? Ik ook. Ik heb het echt niet zien aankomen. Ik ook nu. Ik zeg zeggen dat er een groot leeftijdsverschil is tussen jullie. Oh, de liefde staat geen leeftijd aan. Het is een relatie met wederzijds toestemming. Maar waarom hebt u dan naar onze redactie gebeld om te zeggen dat hij je last niet van maakt? Meneer, dat was... Dat was in een opwelling, meneer. Ja. Ruzie? Ja. Ja, maar dan toch wel een serieus conflict. Want als u uw partner in zo'n slecht daglicht wil stellen, dan moet het een groot conflict geweest zijn. Je mag gerust zijn, meneer. Je mag gerust zijn. Ja. Mag ik vragen waarover dat conflict juist ging? Ja. Daar ga ik heel lap uit. Dat is een... Maar toch, meneer. Omdat hij altijd zijn sokjes aanhoudt in bed. Wow, dat is een toch verborgen camera. Weet uw vrouw daarvan? Ik zal dat bij haar ook wel doen. Of weet je bij haar wel een sokjes uit? Ik bedoel, meneer, is weet uw vrouw iets over jullie geheime liefde? Nee, dat zou voor haar ook een complete verrassing zijn, denk ik. En hoe denkt u dat zij hierop zal reageren? Moeilijk in te schatten. Zij zal zelf wel weer onbeschreven bladzijden. Ja, maar dat komt natuurlijk door haar achtergrond. Want die vrouw als kind die allemaal heeft gezien bij haar moeder, Vivian. Nee, dat was een matraske. Maar wie daar allemaal naar binnen en buiten heb zien lopen? Het schijnt dat hij te doen had met heel de stad. Ja, de bakker, de beenhouwer, de facteur, de pastoor. De pastoor? De pastoor? Ja, dat heb je niet van mij. Ja, en wat bedoelt u juist met het te doen gehad met... Ik heb het hierbij laten. Karin heeft nog veel werk. Kijk, Karin. Ja, ik moet er toch geen tekeningsje bij maken. Luister, het is nooit bewezen. Ja? Maar geruchten deden de ronde, ja, dat mevrouw Leenaerts als kind een paar fysieke gelijkenissen vertonen met meneer Pastoor. Mevrouw Leenaerts. De mevrouw Leenaerts die opkomt bij CD&V Centraal. Ja, die mevrouw Leenaerts. Luister, als kind... Pardon. Als kind had hij achteraan hier zo... op haar achteraan. Zo'n hele kale plek. Juist als meneer Pastoor. Ja, en die osties, meneer. Osties. Zijn andere kindjes de zak chips eten. Dus mevrouw Leenaerts is feitelijk een bastarddochter van een geestelijke. Vermoedelijk, meneer. Ik ga dat niet bewijzen. Ja, als blijkt dat een lid van de CD&V Sint-Truiden een bastarddochter is van een pastoor, ja, dat is groot nieuws. Dat is geen nieuws, meneer. Jawel. Zo ken ik er veel, zo, hè. Hey, zijn jullie allemaal te kostelijk, meneer? Toch vragen om dat allemaal een beetje in onze privésfeer te houden, hè? Ik moet u vragen om niks over die vermoedens van mevrouw Van Welkenhuizen in de gazet te zetten. Dat kan ik natuurlijk niet beloven, dat begrijpt u wel, meneer Leven. Ja, maar ik zou niet willen dat mijn echtgenote hierdoor in opspraak komt. Wij willen niet dat zij hierdoor stemmen zou verliezen. Willen we dat niet? Nee, dat willen we, meneer Frans. Frans? Of moet ik het toch
ze het Frans expliceren ook, Karin. Karin is van moedertaal Franstalig, ziet je? Les pas, Karin. Yes. Ja, ik hoor al het liever later. Ik ga het heel goed zoals ze komt. Kan doen voor nee, precies. Je hebt genoeg gedaan, Karin. Tot ziens, meneer de journalist. Ja. Zeg, als er dat is, vous pouvez me téléphoner. Hé. Allez, kom. Ik herken u van uw affiches, Jullie Becker, Vlaanderen, Limburg. Journalist? Ja, ja, ja. Zou ik u ook een paar interessante vragen mogen stellen? Nee. Ja. Ja, ja, natuurlijk. Ik zet mijn kabas even weg. Wilt u misschien iets drinken? Een koffie of zo? Oh, koffie, dat is prima, dank u. Geert, is Karin alleen? De huishoudhulp, ja, die is er. Ik heb ze juist gezien. Vroeg dan eens of ze een jat koffie mokt. Zet u, ik kom dadelijk bij u, hoor. Dank u wel. mijn koffietje. Ah, ja. Ja, dank u. Karin. Karin. Och, ze hoort mij niet. Die zal de ramen aan het wassen zijn. Meneer Beckers. Karin! Vragen om het zo te laten. Dit is nooit iets bewezen. We gaan hier nu toch geen oude koeien uit de sloot halen, zeg ik. Wees! Van de laken aangesproken. Mijn echtgenote, mevrouw Leenaerts, is inmiddels thuisgekomen. Wie? Hilde, mevrouw. Hadi. Oh! En die wilt dat jij een tas koffie brengt voor meneer de journalist, Karin. Frans. Une tasse de café, Karin! Oui, moi, je suis Karin. Je suis even een peuker in de war. Ik heb het vergeten van uw schoenen aan te doen, zie ik. Ja, ja, meneer. Ik doe die altijd uit om de ramen te wassen, meneer. Ja. Anders val ik met mijn fluit van de lucht. Ja, kijk, mevrouw Leenaerts, ik ben een paar interessante, delicate dingen over te weten gekomen. Delicate dingen? Ja. Over mij? Ja, eigenlijk meer over uw vader. Mijn vader? Ja, ja, ja. Ik heb uit goede bron vernomen dat u de... Geert, Geert. Ja, ja. Wat is er met mijn vader? Wel, ik heb... Geert! Ja, sorry, ik heb een prik op mijn keel, hè. Ja, nee. Dus die bronnen vertellen. Ik godsnaam, mijn Geert. Stik dat niet in een mond, hè? Een keelpastil of zo. Ja, maar dat heb ik niet, liefste. Ik heb strepsels in mijn sacoche. Een klein ogenblikje, hè, meneer de journalist. Voilà, hier zijn we met de koffie. Ik zat er niet eens nog heen. Zit er dat je lukjes niet verbrand, hè? Een beetje melk mogen, alsjeblieft. Een walkske. Ja, dat is zo tof. Het is in orde. Geert, moet je heen? Voor keeltabletten. Ja, merci. Je bent toch wel heel benieuwd, wanneer de journalist hier over mij gehoord. Ja, maar misschien is het ook beter om... Geert, God zitten en zetste voor tablet. Ik zie dat Karin u de koffie gebracht heeft. Ja, 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 ja. Ja, maar we gaan nu niet meer langer rond de pot draaien, want de tijd begint nu wel te dringen. Kloppen de geruchten, mevrouw Leenaerts, dat u het product bent van een buitenechtelijke affaire van uw moeder met de pastoor? Wat? Van een wat? Met wie? Het product van een buitenechtelijke affaire van uw moeder. En met wat? Met wie? Met de pastoor. Wie is hij dan? Ja, dat doet er nu niet toe, maar de bronnen zijn zeer, zeer, zeer betrouwbaar. Ik wil gewoon weten, mevrouw, of die geruchten waar zijn. Want als blijkt dat u, als lid van de CD&V Sint-Truiden, een bastarddochter bent van een geestelijk, ja, dat zal heel wat stof doen opwaaien. Dat begrijpt u wel natuurlijk. Want daar is niks van waar. Maar natuurlijk niet. Al het stup blijft liggen waar het ligt. Geert! Ik zeg nu wel, daar is niks van waar. Maar kan u dat eigenlijk ook bewijzen? Maar ik moet helemaal niks bewijzen. Kijk, mijn vader was
natuurlijk. Ja. Het was een doodbrave, hardwerkende schoenmaker. Schoenmaker? Aha, maar misschien is uw moeder niet altijd bij de leest gebleven. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dat is de grootste onzin die ik in jaren heb gehoord, zeg. Geert, zit jij achter? Is dat een van uw drukken om mijn kiescampagne te boycotten of wat? Nee, natuurlijk nee. Ik zou zo werk nooit met haar gaan. Hoe haalt er dat dan? En van wie heeft u dat gehoord? Ja, oké, ik zal mijn bronnen dan maar prijsgeven. Het was mevrouw Van Elkenhuis die het zei. Karin? Ja, Karin. Oh, je ogen, Diederik. Ah, hier is ze. Vivian. Vivian? Vivian? Ja, meneer Bekkers, mag ik u voorstellen aan Vivian, mijn schoonmoeder. Oer wat? De moeder van mijn echtgenote Hilde. Geert, zit je nou helemaal zot geworden? De moeder van mijn echtgenote Hilde, die nu officieel gaat ontkennen dat zij ooit te doen heeft gehad met de pastoor. Ja. Wij bij Jude. Zie je dat toch nooit te doen gaat met de pastoor, zei je? Ja, dus hoe was ik groen achter mijn ogen. Dat is toch met de pastoor? Dat meent je niet, hè? Hilleke, je heugt zo met mijn keer. Maar toch, ik ben een pastoor. Ik zeg nog biechten. Want we hebben het nog twee keer gespeeld. Die vrouw die hier juist kwam binnen te komen, dat is niet mijn schoonmoeder. Niet? Nee. Nee, dat is niet de moeder van mijn echtgenote Hilde. Ja, wie was het dan wel? Dat was Giselle, mijn zuster. Ja, mijn zuster Giselle. Zeg, ik kan niet meer volgen, zeg. Dus mag ik even zeggen dat er dan ook wel een groot leeftijdsverschil is tussen u en uw zuster? Oh, anderhalf jaar. Maar mijn zuster heeft een zwaar leven gehad. Ja, ze heeft zelfs te doen gehad met de pastoor. Ja, blijkbaar, zeg, maar dat wisten wij ook niet. En uw schoonmoeder heeft dan ook iets gehad met de pastoor? Nee, meneer Becker, dat weet ik niet, zeg, daar was ik toch niet bij. Maar wat ik wel weet, is dat ik zeker weet dat mijn echtgenote niet de dochter is van de pastoor. En hoe weet u dat dan zo absoluut zeker? Omdat er in de tijd een DNA-test is gedaan, hè? Omdat er destijds wat twijfel bestond, verstaan. Ah ja, met die kale plek op haar heen. Dus als ik het goed begrijp, is mevrouw Leenaerts, uw echtgenote, is geen dochter van een pastoor. Och nee, gij, zeker niet. Jammer. En jullie hebben ook eigenlijk geen grensoverschrijdende relatie. Nee, absoluut niet. Maar jullie hebben wel een geheime liefdesaffaire. Jawel. Oké, dan zal ik het daarmee moeten doen. Hoe bedoel je? Ja, ik ga mijn artikel baseren op die geheime liefdesaffaire. Oh! Zomaar niet, hè? Maar meneer Leenaerts, u begrijpt toch, u, als lijsttrekker van lijst Leenaerts, die zijn vrouw bedriegt, die dan nog opkomt met de lijst van de CD&V, en dan nog wel met hun eigen huishoudhulp. Ja, dat is iets wat mijn lezers willen lezen, dat verstaat ik ook. Ja, meneer Bekkers, wacht een minuut. Wat is het? Wilt je geld? Ik zal u betalen, zeg uw prijs. Probeert u mij nu om te kopen? Zou het lukken? Absoluut niet! Ik zal mezelf aan buiten laten, maar ik raad u één ding aan. Kijk, morgen is het belang van Limburg, je zult verschieten. Joei! Vivian! Oh,
Oh, wat doet je hier? Ja, ik was hier even voor een interview. Oh, dat is niet waar. Zeg jij die journalist die nog hier moet komen voor dat grensoverschrijdend gedrag? Ja, ja. Oh, had ik dat toch geweten? Wij maakt je het? Oh, ik heb ook niks meer van u gehoord sinds onze rendezvous in het Stai Hotel. Rendezvous? Nou, moet ik gaan zitten. Ja, die mag er zeker van zijn. Oh, ik heb toen een primeur gegeven, meneer de journalist. Vivian, dat kost een zoonzeil. Ja, maar dat is er, hè. Zeg, uw vrouwke is dat toch nooit iets van te weten gekomen, hè? Zijn vrouwke? Ja, Juri is getrouwd. Och. Maar dat bleef onder roze. Ja, ik moet nu wel dringend vertrekken, hoor. Wacht dan een keer, Kadé. Als ik dat hier goed versta, dan heb jij een zijsprongsje gemaakt met madame hier. Ja, wij hebben Malkander tegengekomen op Tinder. Was dat? Dat is een app voor mensen te ontmoeten of dat je mensen wilt leren kennen of... Wat is iemand zo'n nachtsgestuurmende seks? De enige af die ik ken is een E die u zegt wanneer je uw zak moet buiten zetten. Het is na neon dag na 20 jaar wijf zijn dat mijn schuur niet af en aan praten. Maar als ik goed verstond, dan weet meneer zijn vrouw door niks over te bluswerken. Nee, dat zou ik ook heel graag zo willen houden. Ja, dat kan, hè, meneer Dwekker, dat dank kan. Dank u wel. Maar jij verstaat nu ook, voor wat hoort wat, hè. Probeert u mij nu te chanteren? Je mag gerust zijn. Jij schrijft niks over alles wat jij hier vandaag hebt gehoord en gezien. Integendeel, jij schrijft een hele schone artikel over een goed lesleraar zou zijn voor de toekomst van Sint-Truiden. En dan zwijg ik over uw spelletjesavond met mijn schoonmoeder. Uw schoonmoeder? Ja, ik ben de mama van Hilde. De moeder van mevrouw Lena? Ja. Of Vivian? Eerst de bakker, dan de beenhouwer, dan de facteur, dan de pastoor en dan ik? Ja, de journalist die had ze nog niet gehad. Vivian! Wat moet jij dan eens zeggen? Ik zeg niet dat ik het jij hebt alle problemen goed opgelost. En bij Karin ook alles goed verlopen, zenig? Goed is volgezegd. Wale, het is verlopen. Erik, dan is het tijd voor een deugd. Ja, dat kan ik nou ook wel gebruiken. Zeg, Karin, laat jij meneer eens tot de buiten, hè? Een paar probleem, Sherry. Hé, is het sperren? Nee. Jan, met zo'n jonge vrij is zeg. Ja, dankjewel, ja. Ja, ik weet het, ik weet niet goed hoe ik het moet vertellen, maar als ik een oudere, knappe dame zie, zoals Vivian, dan voel ik mij daar toe aangetrokken. Hè. Maar jij bent getrouwd, voor mij. Ja, maar jij toch ook? Ja, dat is wel waar. Ja. Zeg, jullie meisje, die weet daar niks van. Nee, mijn vrouw weet er niks van. Zeg, hoe oud is dat kind? 65. Ja, ik zeg het, ik val op oudere, knappe dames, hè. Het is daarom ook dat ik meneer Leenaert zo goed begrijp, hè, ja. Karin. Want jij bent zelf ook een... knappe dame, hè. Ik zou je graag een beetje beter willen leren kennen. Zullen wij eens afspreken na de werkuren? Jij niet vooral. Nee. Jij en ik. Jij maakt iets los bij mij. Oei, mag ik dat maar op de vast? Mannelijk, ja, dat vind ik zo sexy. Jij!
uw gebitje in een glazen kop halen. Dag, poesje. Grensoverschrijdend gedrag. En voor wat moet je de mensen wijzen dat ik een bastardkind ben van een pastoor? Toch als je spijt van krijgen, metske. Nog niet half zo vuil als je. Om te beginnen, hè, kun je de komende nachten zijn ei op de zetel slopen. Samen be Conchita Wurst. Kom zo spijt. Nou, dat is goed. Je wilt oorlog, je krijgt oorlog. Ai, ai. En je, Frans. Als Jean door een vrije tijd travestiet wilt spelen, doe dat dan alsjeblieft niet in mijn huis voor een journalist bij je. Dat is heel schadelijk voor mijn kiescampagne. Zeg, ik heb juist wel een traumatische ervaring gehad. Nee, slachtoffer geworden van grensoverschrijdend. Tegen iedereen goeiedag te zeggen. De mensen die niet wisten op wie ze moesten staan, hebben een aanvoer gestaan. Denkt u dat? Zeker dat. De halve gemeenteraad stond aan het kiesbureau te schudden. Niemand die het zo goed deed als Jezus. Allee, merci. Zeg, maar wat na? Nou kunnen we niks meer doen, dan moeten we wachten. Zullen we drinken? Ja, dat is goed. Dan zullen we te wachten. Zet maar gerust. Geert Jan, dat gewoon wel dik in de schoenbos. Geert Jan, dat gewoon wel dik in de schoenbos. Allemaal, dat guurt hem goed op les lijn aanstaan. Allemaal, die guurt hem goed op les lijn aanstaan. Begint de schepenambten om maar te vertellen. Begint de schepenambten om maar te vertellen. Zit je in de papegooi of wat? Nee, hij heeft een Hollandse fluif. Zeg eens, voor mij, als tweede op mijn lijst. Doe toch een aantal schepen verwegelen. Maar dat is toch suiker, Linda. Je kiest dan maar wat je wilt doen met. Ja, schepen van schilderwerken, suiker. Nee, schepen van cultuur. De schepen van cultuur, dat geïnteresseerd is in toneel. Dat hebben we ze treuren of net echt gezien. Jullie zijn onzeker van ons. Natuurlijk, zeg. Je hebt toch wel gehuurd wat je gehuurd hebt, hè, aan de stem van Roos. Boeken taal, verhoorlingspartijken. Wie gaan winnen? En wel, heel de kunigurig ermee. Zie je dat zij tegen mij belachelijk goed maken. Hè? En dan neem ik op mij goed stuimen. En dan achter mijn rug helemaal ik zelf op een lijst gestoord. Je moet maar deren. Nou, huurig zijn ermee lachen. Ik ben sterker dan zo, hè, metske. Ik heb gewonnen vanoeg. Ik heb ook geklopt. Wat had je dan gedacht? Dat je mij kon zijn verklassen. Maar metske toch. Weet je wat je doet, hè? Maak al stilletjes een maletje vanmorgen terug naar het schuilje te gooien. Want toen zit je beter op het plak als in de gemeenteraad, hè? En ik zal dan ook denken als ik op de recepties en de fiestjes aan mijn biefton sta te werken. Tot ziens, hè? Ja. Is zo dat je het ziet. Dat je mij hebt geklopt. Dat je sterker bent dan ik. Tjiboe gaat lang niet mee over ons partijen, of over welke partij het beste is voor zijn truin. Het gaat erover dat je kunt bewijzen dat je meer kunt bereiken dan ik. Dat je mij kunt overklassen. De sterke man tegen een week vrouwke. Weet je voor wat ik toen zou denken was dat je in de politiek zou gaan? Niet omdat we een boekdikker zou wijden, want dat weet er toch wat je heeft. Maar omdat ik schrik al, hè, dat die politiek tussen ons in zou komen staan. En blijkbaar bereiden. Wat is die tussen ons in? We worden toch één team, Jay en ik. En wat blijft er nog van over? We hadden in Oeda mogen beginnen. Jay en ik niet. Het kan me feitelijk niet meer schillen wie de verkiezingen eigen winnen, hè? Want verloren hebben wij alle twee. Het is stil. Je maakt een duivel.
about the things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. Misschien wel, maar het is dat wat een truineer wilt. Zolang de truineer dan maar content is, zeker, hè? Zeker hebben we de absolute meerderheid. Nee, maar wel 31% van de stemmen. Jawel, dat wil niet partij. Ja. Hildeke, je hebt goed nieuws verkeerd. We zijn net gewonnen, maar we zijn bij de grootste. Echt? Ik weet niet meer van welke stemmen dat je hebt. Maar tot na dat doe je het goed. Ja. Dat is opgelost, hè. Dat is alles opgelost. Hildeke, dan bel ik na nog vele heren en ik zeg dat ze een vuilakkoord in de vaalbak mag gooien. En dan weer een coalitie gaan aangooien, hè? Dan ging dan toch nog een serieus woordje geklapt moeten worden, kameraad. Of kom, wie gaan we ons partij leiden? Dat was een bistrookje, dat viel me afgesproken. Een bistrookje? Nee, je hebt dat veranderd. Het is naar een pacifiek te doen. Een bistrookje blijven we liever nog een tijdje weg, zeg. Kom, Karin. Wie gaan op naar ons partijleden? Wie gaan in het drinken? Dat hebben we verdiend. Sommigen moeten we naar einde. Vroeger was dat in de volksmaat. Nee, zijn de Wimbledon. Kom. Zeg, wie had dat gedacht? Zeg, Vivian, dan moeten we gaan vieren, hè? Zeg, zeker. Oh, en hier is een pop. Te laat. Geert. Geert. Je moet naar een achterban. Geert, je hebt gewonnen. Het is niet waar, Frans. Hilde en gelijk. Ik heb verloren. Je bent al
al thuis? Ja, ik ben direct thuiskomen toen Jamie belde. Wist je er nou van? Ja, nee, natuurlijk niet. Niemand heeft hier de oediet van gezegd. En trouwens, ik ken toch niks van politiek. Maar Jay wist het toch ook niet, hè? Nee. Dat dit taaike en mijn campagneleidster over de kop gezien. Ja, van mij toch? Als we het geweten dan, hè. Dat is vol mezelf kunnen besparen. En geld. Ingridje Kempen heeft me juist gezegd. Ik wist niet wat gehuurde. En wie zei dat dan? En wel ja, die zei Hilde. Ik heb gehoord dat jij en uw man misschien wel alle twee genoeg stemmen hebt om in de gemeenteraad te zitten. Wie gaat dat dan doen? Jij of Geert? Ja, en ik zeg alle twee natuurlijk. Ah nee, zei ze. Dat zal niet gaan. Godverdekken, weet die zever dat toch weer uitgevongen. Ja, Geert, het is wat is, hè. Maar het schijnt dus dat je niet in de gemeenteraad kunt zitten samen voor ma of voor pa, of voor broer, of voor zuster. Of voor een man of voor vrouw. Erg, hè? Heel erg. En dat juist Ingridje Kempen eerst met een droom moet kapot maken. Zijn je dat niet uitgevonden, hè? Nee, maar toch. En na? Dan zullen we moeten afwachten, Hild. Als je nou echt genoeg voorkeurstemmen hebt voor in de gemeenteraad te zitten, ja, dan moeten we kiezen. Wie van ons twee offert zijn eigen op? Jij zou een goede burgemeester zijn. En jij een goeie schijper van onderwijs. Nee, doe jij het maar. Ik trek me terug. Je hebt onderschat. Blijkbaar zat een groot deel van het volk op oog te wachten. En ik zit toch maar een klein pionnetje in een partij die sowieso wel altijd fout stemmen houden. Dat is goed, wat ook. Waar een wei is, is een weg. En ik zijn weg. Hè? Dat is een van de slogans van mijn partij. Waar een wij is, is een weg. Weet je wat de slogan is van mijn partij? Nee. Samen uit, samen thuis. Laten we het er al een twee bij stoppen. Nee, Geert, dat jawel, jawel, Hilde, je had gelijk. Allee, wat ken ik nou van politiek? Want Sirk is dan niet geweest in de aanloop tot de verkiezingen. En ik lekker een onheuzelheer, ik heb me maar laten meeslepen in die elektromijden. Uit, hè. Dat ik vol op mijn lever. Maar dat heb ik allemaal van mij af kunnen schrijven. In mijn partijprogramma. En ik heb mensen kunnen warm maken voor mijn ideeën. Mensen die bekwamer zijn dan ik. Laat hij mijn werk dan maar voortzetten. Het is waar wat je zei. We zijn een team, Jij en ik. En daar moet een stad niet tussen komen. Ik stap uit de politiek. En ik zou graag hebben dat je dat ook doet. Kunt u me eens één goede reden geven voor wat? Ten eerste, je kent niks van politiek. Ten tweede, als je in de politiek zit, dan zit je nooit meer thuis. Ten derde, als er geen thuis is, ligt goed van ook vast te hangen aan één partij. Ik vroeg maar één reden. En ten vierde, ik wil niet dat je een nog kijkt. Het is goed, Jay. Oh. En wat denkt je? Samen uit, samen thuis. Samen uit, samen thuis. Voilà, daar zeg ik ook te van. Het is hoog tijd dat we eens wat meer tijd bedienen gaan doorbrengen, Jay en ik. In de allerheilige vakantie, hè. Dan ga ik eens een weekje kozijnen. Echt? Ja, en dan gaan we bedienen op vakantie, Jay en ik. Oh. Naar Tenerife. Want daar schijnt altijd de zon. Voilà. Die mottige merk. Die leuze visbakken van terrassen. Dat je in de winter zit te bevriezen en in de zomer post van duimtje. Geert. En die visbakken overal. Zo beter terug wat puur op onze merk zitten. Dat doet terug wat groentje. Terug wat leven. Terug wat zin. Oh, ja, had je het gelijk. Hashtag dassen op loodtrekker op stadhuis.
Ik was heel blij. Eén applaus te vragen. Ik was heel blij als regisseur dat ik dat stuk heb mogen regisseren, maar iemand heeft moeten schrijven. Dames en heren, onze schrijver Yves Kasper! Ja! Goed gedaan, Yves, dat is maar één probleem. We kunnen dat stuk alleen in zijn ruimte spuilen. Merci voor de komst. Ik wil nog grap zeggen, eind van de maand oktober, dan komen er twee andere verdetten wij. Dat is Danny Heijlen, kent je allemaal van FC de Kampioenen, Pascal. En samen met Linda de Ridder, van Klein de Ridder uit Antwerpen. En ze brengen een sketch show, Danny en de Ridder. Er zijn nog kaartjes verder, kun je vandaag bestellen. Voor dit stuk, lijst 1, is alles aangekomen. Dus doe ik aan niemand meer bij. Ik wil nog zeggen, goeie overnacht doen. Misschien doet in ons café beneden of boven. En we vragen nog een applaus voor de sterren van deze avond. Dat waren Dimitri.